record geduwd. Wat vroeg je? <laughs> Hoe, hoeveel mensen zijn al in COVID gestorven die je op de Do podcast hebt gehad? Want ik zit in een plopkap te praten en <laughs> ik denk, maar hoor op. Wil je die plopkap eraf halen? Dat mag. Nee, well, dat is uh, oké, okay, zo. Nou ja, het uh, 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 is langer dan twee weken geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Dus in principe moeten alle, uh, alle kleine deeltjes al verdwenen zijn. Dan zijn de COVID-germs al dood. En ik heb altijd deze. En dan kan ik altijd herkennen dat het die voor mij is. Uh, okay. Of met andere woorden, ik krijg dit stuk niet meer eraf. Dus ik weet dat het de basis van mij. is. Oh, oké, okay, op die manier. Dus nice. uh, nee, dit is altijd heel chill. Handig. En ja. Uh, yeah, Hoeveel mensen dood zijn en gaan aan COVID door mijn podcast? Ja, dat, uh, die statistieken die moeten nog berekend worden door uh, Moritz. Uh, dat <laughs> ja, moet precies. ik komen. Misschien, misschien heel veel, maar dit is uh, nummer 89. Dus ja, het zou zomaar kunnen tot daar toch wel iemand. Het yeah. zijn lot of microphones, <laughs> weet je? Althans, a lot of users on the same microphone. Deze microfoon kan een COVID hard zijn. We don't know. Ja. Super spreader event. Ja, en dan heb ik er ook nog eens een keer sessies mee opgenomen? Dus gewoon uh, 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 clips en zo. Ja. Dus dat zijn er dan Ze nog meer. ook gitaren met COVID. En drumstellen <laughs> met COVID. Nou. Ja, die mogen de band toch echt zelf meenemen. Dat ga ik niet zelf lopen doen. Nee. Ja, nee. Uh... We're good. Ja, toch? Ja, man. Hey, thanks dat ik bij jou uh, in het huis mag zijn vandaag. Welkom in het stulpje, jongen. Ja, man. Tof. Yeah. Ik, was, ik zei net al, ik ben aan deze kant van Utrecht gewoon nooit geweest. Ik rijd altijd gewoon die brug over. En dan ga je zo richting de Tivoli en de Helling en, uh, en dat soort dingen. Oh, wauw. Nee, maar dit uh, is... richting links... Uh, dit is de <laughs> mooie uh, helft. <laughs> de rest is waar het allemaal gebeurt, zeg maar. Maar hier is het een soort van dorp. En uh, nee, Lombok is, is mijn, uh, mijn favoriete wijk in Utrecht Was het al uh, toen ik 18 was. En, uh, en nu zit je hier? Ja, en nu ja. hebben we hier een huis gekocht. Lekker toch? je so, yeah. nee, eigen plekje. Onder de zon, yeah. letterlijk, yep, vandaag. Ja, yep, definitely. Nou, kijk eens aan. veel te heet op het uh, dakterras. Can't go there. <laughs> nee, we zitten gewoon lekker chill in je woonkamer. Jammer. Lekker. Ja man, we hebben de schaduwkant, dus we zijn kalm ja. hier. Ja, cool. dit is wel fijn. Want het is echt iets van uh, 28, 29 graden. Ja. Yep. De, de, de zomer moet nog beginnen. Ja, crazy hè? Ja. Zomer duurt nu uh, vier maanden, vijf maanden denk ik. Elk jaar. De laatste, laatste twee jaar volgens mij is de zomer echt veel langer dan normaal. Ik ben voorstander zolang het niet te heet wordt. De zomer mag best lang duren, maar niet te right. heet. Right. Niet die uh, 35 plus. Uh, nee, dat is een beetje too much. Maar ik ben het met je eens. Het mag best lang duren. En ja. dan mag de winter ook wel weer gewoon drie weken vriezen. Dat vind ik dan niet zo Maar niet te veel regen. Vriezen is oké, okay. maar alleen nee, maar, regen je nee, maar, zetten, maar hey, het regentje helemaal zetten van wordt is ook niks. De natste maand is dus was juni volgens mij. En ik ben benieuwd of dat nu mei is geworden. Want als ik dat als niet zo mag... voor geschoven is. Ja, omdat ja. dus, you know, climate change. Maar ik weet dat omdat vroeger uh, wij organiseerden festival Rofest. Dat was dan de festivalversie van de feestjes die we organiseerden in Utrecht, rof. En uh, dat deden we met Stichting Hardback, daar was ik artistiek leider van. Um, en op Rofest was de deal altijd van, oké, okay, we, moeten, we moeten een festival plannen in een maand dat niet te veel festivals gaande zijn, weet je wel. Ah, laten we dat doen. En toen kozen we dus juni. En toen kwam het er dus een beetje aan. En toen gingen, gingen we checken van, ja, wat voor weer gaat het eigenlijk worden? En toen kwamen we erachter dat juni dus de natste maand van het jaar <laughs> is. En like, we dacht, hè? hoe kan dat? Hoe is het niet in de herfst de natste maand van het jaar? Het is puur dat gevoel ergens in je hoofd van, nou, maar juni is zomer, dat komt wel goed. En dan plan je dat. En dan, dat dan. kijk je dan op die weerapp en dan denk je... Damn. Ah, shit. Maar als ik dus nu naar mij kijk, denk ik, oké, okay, dat is de nieuwe juni. Ik hoop het van niet. Ik hoop dat we dat gewoon skippen. Gewoon lekker naar april. Daar zit Paaspop. Dat is allemaal tenten. Dus dat is prima. Zet staan de mensen er ook. Maar mei is het Bevrijdingsfestival. Waar ik ook voor werk. Yep. En dat is buiten. Yep. En dat is, dat is altijd zo. De ene jaar hebben we geluk. Moet je nog dan... heel veel tien jaar extra climate change. En dan zit je gebakken. <laughs> letterlijk. <laughs> oh, ik weet niet wie daar blij van wordt eigenlijk. Nou ja. Uh, als het voor het festival goed is, moeten we alles voorover hebben. Alles, toch? alles. Maakt niet uit. Of het maar hoe lang hebben we dan een festivalzomer? Is dat dan een festivalzomer buiten gewoon uh, ja, mei tot en met uh, oktober dan? De, ja, zoiets. Nou, tot en met september nu, nou, denk ik. Voor iedere festivalgang, we kunnen er iets aan doen. Definitely. <laughs> Definitely. There's a lot of money to be made. En er zijn veel uh, parties om in te halen nu na de lockdown. Dus ja. uh, we kunnen wel een, twee maanden extra zomer gebruiken, vind ik. Ik ben wel blij dat mensen nu een beetje gewend zijn aan je stem en nog steeds geen idee hebben als ze niet op plaatje hebben gekeken wie je bent. Ik vind het wel tof eigenlijk. Gewoon lekker nog vijf minuten. Zullen we een beetje een introductie van jou doen? Ja, is... Buiten het feit dat de, 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 de mensen die mij gevolgd hebben de afgelopen jaren en naar foto's hebben gekeken, hebben jou sowieso voorbij zien komen. Of course. Uh, ergens begin 2011, uh, denk ik, uh, 2012. Ja. Zoiets met men ja, ja, dat was... Uh, ik ben Parks, by the way. Ja. Uh, <laughs> voor de mensen die zeggen dat toch... Of was de, was de sport om dat juist zo lang mogelijk uit te stellen? Ik kon een quiz vragen van... Ja, Oké, okay, ja, dat was inderdaad een optie. Met uh, de vinyl uh, record van mijn nieuwe soloplaat als, uh, als award. Nou nee, uh, uh, plug. Uh, wat zei je ook alweer? Waar was je? Waar had het over? Nee, de, de, de foto's die ik gemaakt had beginnen in begin, oh ja. 2011. 2012. 2011, joh, dat was early days. Dat was inderdaad met de Kiteman uh, orchestra. Dat we toen nog uh, Kiteman's Hip-Hop orkest heten. Mm -hmm. En dat hebben we uit de grond gestampt in 2008 of zo. Um, op 10 hoog in uh, Overvecht in Utrecht. En dat was uh, Colin Benders met mijzelf en uh, Ben Hartman, Reason, mm -hmm. uh, de Franstalige MC. Uh, en en Kite trapte daar de deur binnen van. Uh, ik wil muziek maken met jullie. En toen zijn we dat gewoon gaan doen. Toen heb ik. Het uh, was Kite die had nog nooit een hippopiet gemaakt in zijn leven. Die had alleen maar drum en bass. En punk shit. En uh, trompet, jazz, ik dingen. Zeggen, van alles op zijn proto Met. Uh, relax heeft hij volgens mij nog nooit ja, meegespeeld. Klopt, daar kwam Relax vandaan. Ik had Elizit achter de rug. Pack en Pack Pry. En. Ja, toen was het van. Uh, Laten we zit maken. Het hebben een jaar lang zit gemaakt. Heb ik eigenlijk allemaal vrienden gebeld die Engelstalig uh, repten. En die waren uitgenodigd en die hebben allemaal verses gelezen. En ja, toen was de Hermit Sessions af eigenlijk. En wisten wij veel dat dat dubbel platinum ging gaan. En dat we het sinds 2009 volgens mij alles hebben uitverkocht. Dus ja, in, in jaar het, twee van die gekte kwam jij even een paar foto's maken. <laughs> het was echt van uh, yo. Ja, ik, ik weet niet als ik jullie eerder heb gezien. Ik was gewoon door mijn, door mijn lijst aan te, aan te scrollen. Uh, mijn lijst staat namelijk gewoon op mijn, op mijn website. Gewoon ook gewoon voor mezelf om bij te houden. Waar ben ik überhaupt geweest? Want op een gegeven moment op mijn hoogtepunt qua foto's maken was het ergens rond de 200 shows per jaar. Wow. En toen dacht ik: ja, dit, is, dit gaat te ver. Toen heb ik teruggezocht naar 150 en nu zit ik een beetje rond de 100. Na nou, afgelopen jaar natuurlijk nul. steeds maar, veel. Uh, ja, nog steeds veel. Maar het is natuurlijk ook gewoon, ik heb op een gegeven moment gezegd, ik ga alleen maar in Limburg foto's maken. Hmm. Waardoor alles in de buurt ligt. Dus ik kan in een it, kwartier, half uurtje, heb ik gewoon twee, drie shows op een avond als ik zou willen. Dus dan tikt het. Smart. wel. smart. In plaats van iedere keer of iedere keer naar, naar Den Haag te rijden, of Utrecht te rijden, of Amsterdam te rijden, wat gewoon ver is. En ja. dan kun je echt maar één show doen. Ja, joh. Dus dat is wel een beetje. Uh, maar laten we het vooral over jou hebben, want bij mij, mijn backstory weten de meeste mensen inmiddels wel. Oh, goed, oh, goed. Um, uh, want je zegt al, je, 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 was al de, je was al met muziek bezig. Hoe ben, hoe ben je begonnen met uh, muziek maken? Je wordt begroet door uh, mijn kat Dulfus ondertussen. Ja, die uh, denkt, uh, jij gaat hier even zitten volgens mij. Dan ga dit ik bij is, je. Ja, hier zit wel een tip voor, voor katten-eigenaars uh, bij. Want uh, hij heeft één plat oortje, zoals je ziet. Ja. Very cute. Uh, hoe dat komt is, dus hij heeft een embolie gehad in zijn uh, oortje. Dat is een bloedprop. Ja. Uh, het kwam niet door een covid-vaccinatie trouwens. <laughs> uh, um, maar dat is jaren geleden. Hij had gevochten. En... Um, ja, dan wordt dat oor zo dik, weet je wel. Zo'n uh, ja, zo zo UFC een fighter oor. Ja, echt gewoon die. Ja. Um, en toen ging ik eens opzoeken van wat doen ze daar aan. En daar hebben ze dus een behandeling voor. dan krijg je zo'n bloemkool oor van, weet je wel. Je ja. kent die katten wel ja, ja. met zo'n heel ranzig bloemkool oortje. Ja. Toen ging ik doorzoeken. En toen kwam ik op YouTube een Amerikaanse arts tegen. Die zei van oké, okay, dit is de meest soort van onnodige en vreeddadige behandeling van een, uh, een katten... Uh, uh, injury ooit. Uh, want het alternatief voor het basically fileren van dat oor. Want dat is wat ze doen. Om al die bloedvaten open te krijgen. En, en de, de, de prop te laten oplossen. Yeah. Kun je ook niks doen. En dan gebeurt dit. En dan heb je dit. Dan heb je gewoon een mooi hangoortje <laughs> zo. Je? Dus iedereen die denkt. Oh jee, mijn kat heeft een, bloed, uh, wat is het? een uh, bloedprop in zijn oren. Ik moet dat uh, bloemkoortje laten maken. Don't do it. Laat het hangen en dan komt het goed. Het is gewoon de eerste tip na tien minuten. Nou, ja, boom. Met, onder de... de tien minuten. Dus hey. die, die. Gewoon, gewoon die. Oké. Okay. Again. <laughs> waar waren we? Ja. <laughs> ik merk al waar deze podcast heen gaat. Ja, toch? Dit is lekker. Zeker, zeker. Go on, go on. Uh, waar waren we? Waar was ik mee bezig? Hoe jij bent begonnen met, met muziek maken. Uh, oh, wow, gewoon voor dat... de Voor, 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 oh, voor. Daar was ik sowieso niet mee bezig, maar is wel een hele vette vraag. Oh, nou, alsjeblieft. Ja. Um, op deze piano... Deze piano stond bij mij thuis, um, uh, bij mijn ouders in de specifiek de muziekkamer die hadden we dan. Die hadden we, uh, mijn broer en ik hadden zwart gevergd Mijn broer was into uh, metal en uh, rock shit, en ik uh, was into funk en uh, um, hip hop shit. En ik was drummer en hij was gitarist. En wij uh, speelde met z'n tweeën allemaal shit. En die piano stond daar omdat mijn vader piano speelde. Die heeft uh, vroeger uh, concertzalen gespeeld uh, als een jong, een jonge man. En, uh, en is, dat, ja, is daar op een gegeven moment mee opgehouden, maar hij kon nog steeds de rondo in D van Mozart spelen. Dat heeft hij mijn hele jeugd lang heeft hij dat gespeeld. En dat is dus om die reden ook mijn favoriet stuk ooit. Um, en ja, hij, heeft, hij, is net, hij heeft net Parkinson. Uh, uh, geconstateerd gekregen, zeg maar. Uh, en hij kon al een tijd met zijn duimen niet meer uh, piano spelen. Maar nu, uh, nu heb, heb ik laatst uh, eindelijk dat een keer opgenomen... terwijl hij het speelde. Nog een beetje krakkermikker inmiddels, maar wel... Wel vastgelegd. Nog steeds ja. daar, weet je. Van, ja. dit is het. oh ja, gruwelijk. Dus daar kan ik altijd nog terugluisteren nu van... Uh, yo, dit is mijn, uh, mijn jeugd. Uh, daar dat is een van de grote muzikale inspiraties geweest voor mij. Uh, dus daar, daar begon het voor mij. En ik heb op deze piano... Uh, want ik was al wat drummen, maar een piano is ook een slaginstrument. weten uh, ja. relatief weinig mensen. Dus, 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 Als je uh, hem openmaakt aan de bovenkant, dan kun je het heel mooi zien. Ja, yeah, het zijn ja. Uh, allemaal hamers. Dus, um, maar goed, ik heb daar wel de hele soort van uh, wereld van harmonie ontdekt. Zelf, Ik heb nooit pianoles gehad. Ik heb nog steeds nooit uh, muziektheorie gehad. Ik weet nog steeds niet hoe je noten moet lezen. Maar alles wat ik heb bedacht, alles wat ik heb geschreven aan... Tracks, gaan songs, zo, dat, dat heb ik op deze piano ontdekt. Dus, gewoon door te oh, luisteren. Ja, gewoon te ja. spelen en te luisteren. En hoe klinkt een akkoord? Oh, dit klinkt mooi, weet je. En, en dat was dan, laten we zeggen, een hele amateuristische ligging, want uh, ja, Ik weet niet waar de nood, de, de grondtoon van het akkoord eigenlijk begint. Hem en wel, welke mogelijkheden er allemaal zijn. Als ik nog, je wel, nog helemaal geen ervaring heb en als kind daar een beetje te klooien. Maar ik, ik hoor wel de magie van een kloppend akkoord. En dan al van een 7 en een 9 daarachteraan. Dan helemaal van: wow. Dat is natuurlijk gewoon. Ja, daar is dat het. Het zijn die magische momenten op het moment dat je daar zelf achter komt. Ja, ja, dat is het. Ja, het is een soort van inderdaad, alsof ik als holbewoner <laughs> op een, een eiland inderdaad, een piano vind. En, en dan dus ontdek wat muziek is op dat ding. Zo, zo voelt het een beetje. Um, want ja, drum, drummen heb ik wel geleerd, heb, ik, uh, heb ik wel tien jaar lessen gehad. Maar dat zijn gewoon geen noten at al. Dat is puur ritme. Mm -hmm. Dus dat heb ik in mijn lijf zitten. Um, maar die, die wonderen wereld van... Uh, ik heb altijd een soort van gevoel van de snorkels gaat erbij bij een piano. Van alsof je echt zo in een onderwaterwereld belandt, waar alles anders klinkt. En helemaal like, wow, wat is dit? Zo, zo voelde... Ja, als je zo zit op dat, op dat ritme, terwijl juist bij piano eigenlijk verwacht wordt om alleen maar naar die noten te kijken. En die op de juiste manier te interpreteren. Yep. Uh, ja, dat is inderdaad een hele andere wereld waar je in, uh, ja. in duikt. Ja, zeker. Dus dat... Uh... Ja, dat heeft me geboeid. En op een of andere manier heb ik nooit pianoles genomen. en ben ik doorgegaan met drummen. Ik denk dat mijn vader een beetje daar een soort van sunk cost fallacy achter had. Ja, de sunk cost fallacy is als je al heel veel tijd of geld ergens in hebt geïnvesteerd. Terwijl het niet werkt. Dat je toch dat blijft doen, want je hebt er al zoveel in zitten. Dus dat is een gokkersterm eigenlijk van... Als je en op een gegeven moment, al... moment komt die payout. uit. Op een gegeven moment. Als ja er toch. Nu nog bijdoen, van, ik heb er ja. nu duizend euro in de automaat al zitten. Als ik nu stop, dan is zonder van die duizend euro. Ja, ik ja. moet door die, tot die vijftien, want dan is die payout uit en dan ja. loop ik weg. De, de sunk ja. cost ja. fallacy is dat. Okay. Levensgevaarlijk. Oké. Okay. <laughs> uh, maar dat kun je natuurlijk toepassen op alles in je leven. Want ja. Overal waar je veel tijd in hebt zitten, veel geld in hebt zitten. Zelfs als je denkt van, eigenlijk. Heb ik nu iets anders nodig, zeg maar? Dat je, dat je toch het ene blijft doen omdat je er al zoveel in hebt zitten, weet je Anders is het zonde. Zo. Ja, van die 10.000 uur of 100.000 uur die je erin gestoken hebt. Ja, precies. Alsof je inderdaad, zegt, ja. Nee, inderdaad, moet, je, moet je inderdaad 10.000 uur stoppen in alles uh, wat je doet? Of kun je ook gewoon zeggen van, nou, ik, ik doe 7.000 hier en 3.000 daar. En dan maak ik mijn eigen soort van mix van kwaliteiten die eh, eh, tot één dus uniek een, geheel worden. Een, een balans die je zelf kan creëren. Alleen de meeste mensen die focussen op één. Ja, en op zich, ik moet toegeven, dat geef ik mijn vader wel, van, ik was een onwijze scatterbrain. En ben ik ben nog steeds een beetje. Dus ik ben ook snel afgeleid. Dus ik kan ook... Maar je kan heel goed multicasten, want je bent nu aan het gamen. Ja, lies, guilty lies. Uh. Ja, we nu die camera niet erop staan, dus nu kan ik het gewoon doen. Ja, je kan alles zeggen, natuurlijk. Ja, jij zit in je blote reet, Het is awkward, weet je. It's been awkward. My wife left the house because she was like, Jesus, what is this naked guy doing on my couch? Nee, uh... ja... Uh, dus, dus die, die Sung Cast Fallacy. En, en um, daardoor heeft mijn pa me op, uh, op drumles gehouden, soort van. En ik denk uit uh, uh, pianoles altijd ook wel gesupport. Dat is één ding wat mijn ouders altijd hebben gedaan. We waren het niet super breed, maar ze hebben wel voor uh, muziekles eigenlijk altijd alles gedaan. Dus. Als ik een drumkit nodig had, dan was geen een drumkit. Als ik uh, muziekles wilde, dan kreeg ik muziekles. Als ik piano had gewild, dan had ik dat er zo bij kunnen doen. Ja. Zo. Maar somehow never happened. En, uh, want, want ja, soort van de poetry kwam toen al erin. En toen ben ik dus... Dat werd er heel snel rap en zo. Had ik had ik uh, Reasonable Doubt van Jay-Z. Ja. En die... Uh, er waren nog geen instrumentals. Er was nog geen internet. was... Ja, shit, nou, nou nu verraad ik echt hoe oud ik ben er was er was internet, mij ben ik ouder maar dan jou maar daar het was, uh, rrr, 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 rrr. Het was uh, oude modem super traag shit. Ja. Dus, dus ik had geen access zeg maar en, en google was nog als het was nee dat was de altivista nog was was ilse toch alles op ilse natuurlijk. zoiets nou ja anyway de voorgangers dus absoluut nog niet zo van ik doe even jay-z uh, reasonable doubt instrumentals googelen en dan ergens hm. illegaal, uh, 20 twintig instrumentals downloaden. Dus ik had dat die CD gewoon op repeat en ik spitte gewoon harder dan Jay Z over z Jay Z's een tracks heen. Uh, want anders kon ik mezelf niet verstaan. Dus <laughs> ja, ja, ja. Wel meer van. Uh, ja, er waren geen instrumentals. Dus en da daar op de, op dat album zijn iets van drie tracks: uh, Politics as usual, Regrets en Dead Presidents Part 2... Die, die heb ik op repeat gehad. En daar heb ik van mijn eerste honderd verses op geschreven. Zeg maar. uh, als rap. Dat is wel een goede maar. oefening. Ja. Want ja. die beat was gewoon goed. Ja, dat is natuurlijk. <laughs> die is solid. En die wil jezelf uitvinden. Ofzo. Ik, was, ik was als kind al uh, poëtisch aangelegd, maar in het Nederlands. En op een gegeven moment switchte dat gewoon naar Engels. Omdat ik eigenlijk alles wat ik aan muziek consumeerde, was uh, Engelstalig. En uh, zo kwam het er bij mij ook uit. Mijn pa die was Engels docent. En, Um, Kon je ja. het mooi corrigeren als je een verkeerde? Nee, dat niet, maar ja. ik was om die reden wel. Had, had vrienden uit Engeland, heeft Engeland gestudeerd en zo, dus ik was al gewoon zo thuis in de. Ik ben opgegroeid met, met Inspector Gadget en uh, weet ik wat allemaal voor. Ja. Mask, ja. Uh, uh, Cartoon Transformers. Uh, He-Man. Allemaal dat soort shit. Allemaal in het he Engels. he komt terug trouwens. Sky just, Channel. Wat zei hij? He-Man komt terug, hè. Wat? Hoe ja? dan? Kevin Smit heeft de nieuwe productie gedaan. Als het goed is het eind van deze maand. No En als volgende, volgende maand. Ik denk volgende maand nog zelfs. Wat ziek. He-Man. De... Maar wordt het een live action of wordt het een cartoon? Cartoon. Oké. Okay. Ja. Gewoon een reboot van de serie of een soort cartoonfilm. Uh, hij, hij begint waar de vorige eindigde. Oh, sick. Ja. Ik, ik zal je wat ook wel laten zien. Komt goed. Oh, dan ben ik heel benieuwd. Oké, okay, anyway, uh, die dus, um, maar Mask was eigenlijk mijn favorite, ik weet niet of je dat kent, ja. daar had je toys van ook, en die waren veel, vond ik veel vetter dan Transformers, omdat het was allemaal veel realistischer, het, was, het waren humans met maskers, ja. en vehicles met allemaal special abilities, en wow, oh, oh, ik, ik had een jeep, en <laughs> daar... Als je op een knop drukt, dan schoot daar een speedboat uit. En die kon je letterlijk gewoon... Het kan. Ja, het, Toch? Ja, Bij transformers was, was het best moeilijk. Ja, ja. like, you know, aliens, uh, <laughs> alien robots from space. Is not, uh, dat lag te ja, veel weg ja. van mij. Dus die shit was, was voor mij, de, ja, dat had mij fokken. Um, maar ja, daar pikte ik mijn Engels uh, op. En, uh, en, en toen ben ik ook gewoon, ja, gewoon automatisch mijn poëzie in het Engels gaan doen. En uh, er was één girl in mijn klas die... Uh, ...luisterde naar Erika Badu. En die kende ik toen nog niet. Um, dus die ging ik eens checken. En toen was ik meteen, wow, wat is dit? Want, ja, Reasonable Data... Zat al, ...zat al veel jazz samples in en zo. Mm -hmm. En, uh, um, ja, Eric Badoe was echt van... ...wow, dit is een interpretatie van, van muziek... ...waar die heel dicht ligt bij mijn hart. Uh, of zo Dit voel ik heel hard. En wat, wat is hier allemaal nog meer mee aan de hand? En ik weet niet of het inmiddels al Google was. Ik denk het niet eigenlijk nog steeds, maar somehow ja, yeah, the Roots hadden toen die hit uh, You Got Me met Erika Badu. Zo ken ik the Roots. Ik heb van nadenken. If is. you are worried where yeah, yeah. I've been a who I saw. Yeah. What club I went to, the homies, baby, don't worry, you yeah. know that you got me. En aan het einde met Questlove en een drummer bij de mm, yeah. Super Supervet track. Um, Versus van Black Thought en zo. En die, dat was helemaal van, wow, uh, wie zijn de roots, weet je. daar gaan diggen en, en dan ga je van Things Fall Apart en één keer terug naar Do You Want More. En nog naar... Dat uh, is Pastor Parkhorn, die stond daar ooit was was Nog een plaat daarvoor. Ja, die zijn bij één begonnen, track 1. En is je nu een album van de World's en dan staat er nummer 216 waarschijnlijk of zo. Die tracklist die ja. gaat door, van hun eerste album all the way naar nu, zeg maar. Uh, maar dat was de coolste shit. Dat was eigenlijk gewoon een jazz trio... Um, dat als zodanig ook is, voor hun eerste album is verkocht, soort van in Europa om te touren. Dus die, die zijn vanaf dag 1 al in Europa gaan touren, onder het mom van een jazzband zijn. En jazz kende men hier wel, maar hip-hop kende je nauwelijks. Exact. Ja. Live hip-hop bestond ja. überhaupt niet. Ja. En uh, dat, Voor zover ze hip-hop kenden was het een, een DJ met een, een guy in een trainingspak, en dat was het. Weet <laughs> ja, je? ja. En de Russell had gewoon de flavor. En dat werd dus gewoon in eerste instantie jazz gezien en later pas kleden ze dus zeg maar hip-hop. En dat is heel grappig, want ik ik, uh, ik weet nog dat. Uh, even kijken, de Questlove heeft daar dingen over gezegd. Oeh, wat was nou? Er zit nog een album voor, er zit nog een album tussen. Uh, dat is het album eigenlijk Four Things Fall Apart en dat was het meest soort van dat klonk het meest geproduceerd van wat alles wat ze hebben gemaakt. want toen, toen probeerde Questlove ik moet de naam Ella Half Life de, dat album was Questlove zijn, zijn poging om te klinken als een DJ zeg maar omdat, omdat hij uh, legitimacy wilde in de hip hop game uh, omdat hij inderdaad als een jazz guy werd weggezet omdat hij eigenlijk een jazz drummer is ook en verklappen we trouwens trouwens wel een hoop ja toch ja dus hij heeft je altijd, dat die, denk, ja ja en het is heel herkenbaar want uh, als je live hip-hop zit, doet, dan. Is zeg maar überhaupt. Is being recognized als zijnde hip-hop. Zeg maar, is best wel een raar game. Omdat. Als je zeg maar. If you love music first. En hip-hop second. Zeg maar. Dan. Hip-hop is heel erg een soort van. Uh, ja. Image game of zo. En, ja. en een, en een, of het nee, is het geworden misschien ook wel. Nee, ik denk dat het al. Juist al een beetje in het begin was. En dat het nu iets meer losgroeit. Zeg maar nu heb je de Kendricks en de. En de en er is een pack, geloof ik, dat hij eigenlijk ja. of zo. Je, um, die, die guys die, die. die doen sowieso al interpretaties van hip-hop. Ik ja. denk van, joh wat, wat is dit voor v shit Valt het er nog binnen of is dit nu een ja, ander ding wat je aan het uitzetten? Ja, ja, er zijn gasten die, die, die nog veel verder gaan dan dat. en allerlei varianten maken en dingen. En ja, dan is de vraag veel meer van. Um, waar ligt de grens met popmuziek, zeg maar, voor, voor juist de miljoenste trap uh, tune met een hoekje gearatuned <laughs> weet je ja. wel van ik denk van is dat hip hop nee niet echt daar zit geen enkele spirit van hip hop meer in dat, dat is dat is een, een pop track which is fine, um, maar, maar dat is heel duidelijk soort van, dat van dat had ook daar had ook Britney Spears op kunnen zitten en dat was ook een hit en dat ma maakt niet zo'n ja, ja, waarheid ja. er zit niet een soort van um, message in of een, of een cultuur achter of een een um, movement uh, omheen of zo, het is, het is veel meer gewoon hits bakken of zo, en dat in pop is niks anders dan populair, ja, dat is wat het means, dus dat, of dat dan een, uh, een track is die gebaseerd is op hip-hop, of een track is die gebaseerd is op metal, of een dat maakt niet eens uit. Het is gewoon pop, omdat het zo populair is. In de, in de jaren negentig was juist heel veel die mix, hè? die rock en hip-hop. Ja. ...en op een gegeven moment is het wat meer die pop en hip-hop geworden... En, en, ...en pop en dance geworden... ...en toen was het weer met de dance en de hiphop erbij... ...en ja. dat gaat natuurlijk alle kanten op... ...en dan is Plus. natuurlijk, wat is populair? Nou, als het gaat om populair, ga je kijken naar Charge... ...en dan ja. zeg je van, nou, dan is hip-hop hip-hop opeens popmuziek geworden... Ja. ...want dat was de definitie die we... Zeker, maar dat was, ja. was al bij de uitvinding zo weet je van, je had natuurlijk al wel de the Last Poets... ...en, en Gil Scott Heron, die, die meer de poetry jazz dat mm -hmm. van variant deden... Um, maar vanaf het moment dat. Uh, to, toen kreeg je een soort van die, die uitvindingsfase met Africa Bombarten en, en um, ja. echt die, die uh, Grandmaster. Flash, uh, Flash en, en uh, die, die soort van uh, generation. Maar al heel snel uh, ja, kreeg je Grandmaster Flash dan met de Message, maar ook uh, die Sugarhill gang. Uh, ja. shit. En, en dat ging de wereld over. En dat was al, daar was het al commercieel. Zeg maar. Dat was al. Dat was in de 80s, denk ik. Ja, laat, dat, dat ja, was, daar nam het al over. Ja. Worldwide was dan in één keer een phenomenon. Like hiphop. Dat is... Op het moment dat iets zo explodeert... claimt het natuurlijk al een soort van... ...piece of the pie van popmuziek. Mm -hmm. En dat is eigenlijk wat dat is. Maar daar groei jij in op. En dan krijg jij gewoon al die dingen naar je toegesmeten. Ja, dus als je, van... als je... Nou, goed meer van... Als je... Uh, kijk... Ewop is wel een soort van tradition, een soort van book, een soort van movement waar je, waar je in opgroeit, waar je van leert. Dus Jay-Z was, was meer gewoon puur lyrical skill, attitude, stemgebruik, freshness. En vanuit de roots en, en op een gegeven moment Carmen en uh, Mos Def en Talib Kweli en uh, uh, die hele soort van feral monk, uh, monk en, en die hele... Uh, maar die zitten voor mij veel meer op de tekst dan op de beat. Tuurlijk, want ja. dat was mijn poëtieding ja. ding Was gewoon verder. Ja, en dat, dat was ook wat Jay -Z me niet kon leveren. Behalve een soort van vette punchlines. Zocht ik nog een message erin ja. of zo. En ja, dat, dat vond ik dus een hele nieuwe classic soul movement. Ja. Waar, waar al die guys D'Angelo, Angelo, uh, Jill Scott, uh, Erko Badou zitten. Bilal. Uh, die zaten er allemaal ook weer mm -hmm. omheen. En daar zat heel veel energy in. Zowel muzikaal als uh, lyricaal voor mij. Om om van te leren, om om op door te werken of zo, weet je? Van dit is een, een chapter in HIPA waar ik ook pages voor heb, weet je? Van dat ga ik maken. Ja, ja, ja. Of zo. Dat dat toen wist ik van oké, okay, dit is dit is waar ik op voort wil borduren um, Ja, uh, da, 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 daar daar oh. daar begonnen te connecten. Antwoord één op de eerste vraag. <laughs> ja, dit is antwoord ja, één op de eerste vraag. Uh, ja. Nee, maar dan, dan ga, je, ja. ga je dan wel een, 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 uh, je, je tijd verdelen in dat geval tussen de drums en de tekst? Of was het toen eigenlijk van, ja, dat, ik laat die drum wel eigenlijk staan, want ik merk gewoon... Nee, dat waren twee... Ja, dat, nou, ja misschien een beetje dat laatste, maar het waren twee totaal aparte sporen. Dus je had... Um... Ik had drumles en dat was natuurlijk gewoon in een, in een bepaald stramien van wat er, wat er mogelijk was als drummer in Nederland. Je mm -hmm. had geen hip -hop bands of mm -hmm. zo. Dus ik, uh, ik, ik was sowieso als de dood om op te treden, eerlijk gezegd. Maar ik moest dat een keer doen voor, voor, bij die muziekschool. Gewoon met dan een soort van band daar. En uh, daar zaten wat boys in. Dat deed ik toen. Het is geen zeven kleuren maar ik heb het gedaan. En toen zaten daar boys in die, uh, die hadden een eigen band. En die maakten rockcovers en zo. En. En die uh, zei meteen van joh, kom je met ons mee uh, spelen en uh, oké, okay, weet je wel, en en uh, guess. En toen ben ik dat maar gaan doen of zo. En dat waren wel vette tunes in de zin van hun, hun trekkeuzes was vet. Allemaal terecht die ik kende van mijn broer wel. Die dus ook rock luisterde ja. van ah oh ja, dit is, ik kan dit kan ik wel dikken, weet je, gewoon je Pearl Jam's en je uh, uh, Soundgarden en je um, Alice in Chains en je weet ik voor het allemaal... voor zieke drumpartijen ook. Uh, Red mm -hmm. Chili Peppers en zo. Um, en Trash die ik wel kon diggen. Dus ik dacht van ja, let's fucking go, weet je. Um, een beetje geld verdien je ermee, let's do dus weet je. Ik was uh, 16 of zo. Dus ik was al lang blij dat, uh, dat er wat gaande was. Uh, dus ik kwam redelijk snel over die angst heen. En uh, ik werd heel aangemoedigd. Want iedereen was van, yo, je kan echt spelen. En... Dus uh, toen zijn we dat gaan doen. En toen... Ja, ik, ik merkte wel van... ik, ik werd ondertussen dus naar die... Rap -shit toe toegezogen. En die zat wel weer op mijn zolderkamer. Dus dan moest ik allemaal dan weer uit gaan vinden... hoe dat dan live moest gaan zijn en zo. Maar het sikke was dat... In, in die band waarmee ik als drummer speelde... zat ook Michiel Bell. A.k.a. Principal, a.k.a. Bry, ja. De man waarmee ik later... Uh, toen ik ging studeren... Uh, uh, die kwam ik daar tegen op Centraal. En die kende ik dus uit die band... En die zei van, ja, wat doe je tegenwoordig? Ik zei, ja, rap. Hij zei, oh, uh, ik heb een band, Six of Your Best Friends. Kom je daar langs, misschien kun je spitten. En toen had ik inmiddels bij de introductie van mijn studie uh, Darman Nokay ontmoet. Uh, Attacked ik nu. Ja. Spark-up, uh, dubs-up-dingen en weet ik wat. Uh, en, uh, en ik rolde met hem en wij deden rapjes het samen al. Dus toen heb ik hem meegenomen naar de oefenruimte. Um, en toen. Zijn we gewoon gaan spitten voor Six Friends. En daar kwam weken later, denk ik, Colin Benders binnenlopen. Als twaalfjarige met een trompet onder zijn En ik weet niet, maar ik was aan het trollen op dat moment. En schijnbaar heb ik, heb ik soort van zijn trompet gepakt. En die een soort van gememe ge raped. Uh, which is not okay, maar dat was een soort van. Uh, in mijn de flow uh, mee gegaan, ja, ja in mijn enthousiasme met jokes makend en en colin heeft echt gewoon vorige week me daar aan herinnerd Hij like, die is dat nooit vergeten die is die is zelf nu in de 30 en die is helemaal nog steeds getraumatiseerd van dat is een trompetten gereden um, maar dat, dat is even een side note uh, van een side note van een side note van een side note um, dus ja, uh, daar was, daar was uh, Michiel Bel een van de twee bandleiders. Uh, en uh, toen, toen Six Friends niet echt ergens heen ging uh, qua weet je wel, professionalisering of zo, terwijl heel gruwelijk getalenteerde mensen in die zin de beste band waar ik ooit in heb gezeten, nog steeds. Um, maar we wilden wat, wat meer soort van uh, steady, gestructureerd aan de bak. Dus toen ben ik met, met uh, Pry, ben ik illicit begonnen. En daar hebben we zeven jaar... Uh, een album mee gedaan en nog eigenlijk een album nooit uitgebracht en um, uh, in Duitsland mee tour daar getekend geweest en uh, support shows toers gedaan met recent development en Dela Soul en allemaal uh, hele zieke uh, shows gedaan uh, maar nog steeds soort van tegen een plafond aanhikkend tegelijkertijd was piet Philly zijn eerste mm -hmm. met 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 perquisit aan het doen en had je relax die waren ook uh, begonnen is dus dat Eigenlijk, dat waren eigenlijk de drie waar wij dan het meest ondergeschoven kindje van waren. De meeste soort van weerde ja, muzikale ja, ja. combo ook. Met vijf gasten die uit heel verschillende hoeken kwamen. Met één funk guy en een rock guy en een jazz guy en een, weet je wel? Maar het was wel ook de tijd dat er gewoon steeds meer geaccepteerd werd. En meer, steeds meer gedraaid werd ook. In die richting op... De mainstream, zou ik het zo zeggen, was nog niet meteen mainstream, maar het werd nee. steeds toegankelijker of zo. Ja. Je, je, je nou, werd... het, vooral het live circuit, ja. was, was er steeds, ja, steeds enthousiaster over. Ja. Maar nog steeds niet op, op nee, nee, het nee, level nee, dat, zek... dat het later zou worden. <laughs> nee, weet nee zo. zeker niet. Zeker niet. Maar het was zo'n beginnetje. Weet je ja, je, je zag dat het alle plekken terecht kwam. Uh, want ik heb Relax op bepaalde plekken gezien, dat je denkt, ja, hoort dat hier nou thuis of niet? Maar het werd geaccepteerd, want het was natuurlijk vol energie. Zeker, en, dat was het. Ja. De relax Eigenlijk eerst een festivalband en daarna een hip -hop band. En, en, nee, maar. Ik vind De... nog steeds het, sorry dat ik je onderbreek, yeah. nog steeds. Ik noem het nog steeds. Ik, bedoel, ik, ben, ik, ik ken niemand van relaxen. laten we dat duidelijk zijn. Uh -huh. Maar gewoon puur vanuit marketingkant kijkend en naar een bandkant kijkend, mm. dat eerste album was live. Yeah. Dat je ook denkt, iedereen kan meezingen, dat hoor je ook, yeah. je ziet dat ook hè, op, op die video. Yeah. Dat heb je opgebouwd. Dat heb je puur alleen maar kunnen opbouwen door yeah. te spelen, spelen, spelen en yeah. spelen. Yeah. Yeah. Terwijl heel veel mensen beginnen met. Een albumplaat, gaan ja. dat naar buiten brengen en gaan dan eens kijken wat mensen daarvan vinden. Ja. En dat is gewoon meters moeten maken, want anders ja. kom je dan niet. Straight up, ja. En Dat was heel ziek. Echt, ja. dat was. Uh, that blew me away. Zeker met de roots in mijn achterhoofd. Ja. Van damn. En ik weet nog dat ik dat ik ze in de helling heb gezien, dat die drummen aan ze te kijken van wat de fuck ben jij voor een monster? Dat was <laughs> een van de lange Scandinavië, die helemaal... En nu, nu heb ik hem volgens mij op socials ergens. Hij is nu weer dingen aan het maken, uh, zelf ook. Tracks aan het bouwen en uh, ja, zeker doet. Um, ja, de, die, ja de, dat was ongelooflijk eigenlijk. Hoe goed dat klonk ook, live, zeg maar, dat album. En uh, maar, maar ze hebben gewoon de, de energie in the room was voor hun, volgens mij, de grootste prioriteit. En daar is het voor mij ook een soort van. Daar ben ik afgehaakt bij de tweede en derde plaat. De, die energie was er studio. nog steeds. Alleen muzika ging gewoon een heel andere richting. Ja. op, Waar ik niet per se mee bezig was. Samen met Jamie Cullen uh, een track. En uh, Giovanka ze uh, uh, een track meegemaakt. En oh, dat heb ik zelfs. gedaan. Ze uh, dat heb ik nog nog helemaal gemist, joh. Dat heb ik helemaal gemist, ja. joh. Maar dan, dan merk je altijd een verschil. in zit inderdaad het, 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 het live spelen of een, een studioplaat opnemen. Nee, definitely. En, en kijk, ik vind het alleen maar vet als mensen zichzelf opnieuw uitvinden. Hoor. Ik haat het als mensen als zichzelf gaan coveren. Of weet je dat je de soort van zoveelste... Op, uh, plaat nummer 7. Zou Bon Jovi nog steeds muziek maken? Probably. And it probably sounds, Sowieso. En ja, an het probably sounds exact same als <laughs> de eerste plaat die je ooit gemaakt hebt. Klinkt. Ze proberen nog steeds en ze lukken het steeds niet. Dat zal het misschien wel okay. bij veel bands ook Dan's, zijn. Ja, toch? Die het steeds maar. proberen dat, 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 dat trucje na te doen wat ja. toen aansloeg. Ja. En nu is het gewoon, er komt geen nieuwe fan bij. Je. Het is gewoon nog steeds diezelfde groepen ja. en dan nou het op een gegeven moment op. Maar dan nou kan je ook niet meer opeens iets anders gaan doen, want dan ben je die ook kwijt. Dan heb je niks. Ja. Dus dat is... Dat is de para soort van. Ik, ik hou veel meer van mensen die zichzelf echt opnieuw uitvinden, weet je. Van, van hele nieuwe chapters. Van wat, wat heb je nou weer gedaan? En dan raak je maar de helft van je fans kwijt. En dan win je weer de helft nieuwe fans. En dan word je misschien nooit soort van die cumulatieve gekte van een Rolling Stones of zo. Doesn't matter, weet je. Je hebt een veel interessantere discografie dan als je dat niet had gehad. Heel veel bands of managements vinden dat heel eng natuurlijk als een band dat zegt. Ja. Zou ik wel. Ja, maar je hebt het nu al zoveel succes. Je hebt nu een miljoen platen verkocht. Ja. ...ga je dat nu weggooien? Ja, ja. Is dan het antwoord. Yes, exactly. Ja. Maar oké, okay, dan ga je dus eigenlijk uit, uit, uit die fase kom je... in een, een, een totaal nieuwe wereld terecht. Ja, ja. ja dat... het uh, was na zeven jaar ook wel zo van: oké, okay, hier, hier, dit duurt te lang of zo. Weet je, die vibe eigenlijk. Ja. We hebben hele dingen gedaan, maar we hebben allemaal meer ambitie en het gaat hier niet helemaal mee of zo. Uh, dus, dus dat laten we los. En, en toen had ik ook zoiets van ja, als we het toch niet soort van met deze live constructie dat doen, dan wil ik eigenlijk wel gewoon zelf, met Michiel Bel, die echt mijn muzikale soulmate was in de tijd. En uh, eigenlijk altijd zal zijn ook. Uh, ja, we gewoon tracks zitten bouwen zelf. Dus uh, wat gebeurt als wij met z'n tweeën gewoon gaan produceren thuis? Weet je, dat deden we helemaal early days van Elis, deden we dat ook al. Maar dan, mm -hmm. maar dan met live drums in diezelfde muziekkamer waar deze piano <laughs> stond. Weet je, dat deden we gewoon uh, deed ik op, op de piano uh, dingetjes bedenken. Deed hij uh, hij speelde toen heel veel jazz, gitaar. Hij studeerde toen okay. nog jazz gitaar. En, en hij had heel veel zikke likjes. En, en we tapten dat gewoon gelaagd over elkaar. Dus dat was. ...eerst gewoon een uh, drumpatroon bedenken... ...maar de hele track eigenlijk uitspelen met drums. Dus gewoon die bars van... ...oké, okay, ik ben nu bij 16... ...oké, okay, dit is de hook... ...oké, okay, dit is de maar, ...maar gewoon die drums van inspelen... Dit is nog zonder computer dan, toch? Ja, dit ja, ja. Ja, is tape deck <laughs> dan, En dan in de room die, die aanzetten en met een nieuwe tape deck dat geluid opnemen. Dus je had een soort van 5 degrees van, van ruis. En dan begon die trek en dan hoorde je nog wel zeg maar die beat. Het was voor onze manier om te schetsen met gewoon een cassette recordertje. Twee cassette recordertjes. Ja. En uh, da, daar hebben we eigenlijk die hele eerste soort van illicit dingen ook uh, opgenomen. En uh, met hem had ik heel erg die vibe. en dus. Na die zeven jaar illicit, of eigenlijk na de vijf jaar al zijn we dat on-the-site gaan doen, hadden we natuurlijk zelf al wel computers, software, mm. weet ik wat allemaal, um, en toen zijn we gewoon beter gaan tapen, uh, beter gaan schetsen met z'n ja. tweeën, en dat zijn eigenlijk de Pax Pride platen. Dus daar zijn, daar zijn twee platen, de day of the office en mm. de day off, uh, ja. en uh, ja, dat, dat, dat was een soort van ons, dat is super underground, dat kent eigenlijk niemand, We heb ik nooit shows gedaan. Maar er zijn nog steeds mensen die op me afkomen. Die zeggen van, yo, die Pax Price zit man, damn. Yes, yes. Uh, dus ja, dat, dat, uh, dat kan ik wel waarderen. Want dat, dat is ook echt, ja, dat is een van de platen die ik zelf het liefst opzet. Nog van alles wat ik heb gemaakt. Jongen. Maar dan heb je ook gewoon je, 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 je ziel en zaligheid, zeggen ze dan. Ja. Yeah. Je hebt dat zo, zo letterlijk zelf op de knoppen moeten duwen om het goed te krijgen. Ja, yep. Dat, dat, dat geeft natuurlijk ook wel een extra gevoel daarin. En je hebt natuurlijk zoveel ja, ervaring meegenomen op dat moment al... dat je ook kan zeggen van nou, hier staat dan ook iets... Uh, waar ik misschien nog wel net iets trotser ben dan het op de allereerste noot spelen. Want ja, toen was het hè, in een coverband spelen, ja. Het, nee, dat, wel koffers, ja Nee, maar daar ja, wist ik al van, ja. weet je. Covers zijn niks voor mij. Uh, en ik wist ook van, dit genre is niks voor mij. En... Dus ik wist al toen ik dat, een, terwijl ik aan het doen was, van dit is niet mijn nee, eindstation, nee, ja. weet je. Maar ik wist wel van, oké, okay, dit is een gruwelijke ervaring. En ik kreeg veel love. Ik ja. stapte uit die uh, band als drummer en toen stopte die band gewoon. Het <laughs> <laughs> okay, was van, oké. Zonder hem, no way. Nee, en ik was 16 uh, toen, <laughs> uiteinde. Ik was veertien uh, toen ik begon met die gasten. En... Uh, ja, dat voelde ook wel van. Oké, okay, ik, ik, ik heb wel iets in me zitten. En, uh, nou goed, dat, had, dat heeft te maken met dat ik waarschijnlijk. Ik, weet, ik heb geen idee nooit de uren bijgehouden. Maar waarschijnlijk heb ik heb redelijk snel die 10.000 uur muziek ja. uh, gehaald. Want um, ik heb epilepsie gehad als kind. Uh, dat kreeg ik toen ik zes was, mijn eerste aanval. En dat, dat heeft een beetje tot gevolg gehad dat ik uh, veel in isolement heb gezeten ja. als kind. Omdat. Um, omdat ik uh, ja, gewoon veel risico had om, om uit te gaan, zeg maar. En dan is het dat is niet lekker als je zeg maar, op straat loopt mm. en je gaat tien keer oud op een dag. Dan heb je heel veel bulten. Uh, dus dan is de praktijk gewoon van... Yo, weet je, en, en je was zes, dus je zit met allemaal visjes, kinderen die uh, uitlachen om shit. Die geen idee hebben wat je hebt of zo. Weet je? Ja. Dus voor mij was het echt van, oké, okay, ik ga gewoon op mijn zolderkamer zitten. Ja, ja ik denk het ja Dus daar... Uh, ja daar heb ik best wel veel tijd gestopt in muziek en veel luisteren maar ook schrijven en maken en zo op een heel jonge leeftijd al dus um, ik denk dat ik gewoon ook heel snel al klaar was om lesjes te gaan doen dus ik ben ook ik was ook al aan experimenteren toen voordat ik überhaupt een carrière had zeg maar. which is probably why het zo so lang duurde voordat ik überhaupt echt geld ging verdienen met muziek ja <laughs> misschien wel ja. Ja. Nou, dan 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 wat heb je dan gedaan na die zeven, eh, na die vijf, 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 vijf tot zeven jaar dan kom je daar uit, dan ben je nog wat aan het proberen thuis. Maar welke doelstelling had je dan? Want dan sluit je eigenlijk dat hoofdstuk een beetje af. Je zegt al, jullie deden al samen on site. Maar thuis ja. creëren, doe je, doe je dan al van alles? Maar... Ja, precies. We hadden die, die twee vinyls. En, en dat, dat is eigenlijk wanneer, um, dat is 2008 geweest denk ik, uh, dat ik inmiddels uh, in Overvecht woonde en dat Colin uh, banders, dus weer terugkwam uh, in mijn leven eigenlijk. Uh, want die had ik sinds de Six Friends' Days niet echt nee. meer gezien. Uh, en dat hij de deur in trapte van uh, ik wil muziek maken met jullie. Dus dat. Vloeien dan wel mooi over. Ja, ja. Dat was, ja maar ik heb gewoon, gewoon non-stop mijn hele leven eigenlijk alleen maar shit gebouwd. <laughs> ja, is, dat is ook dus niet. Stop. Ik heb nooit gehad van. Ah, misschien is muziek niks van mij. Elke baan die ik heb gehad, alles wat ik ooit ga. was altijd een placeholder. en een investeringssoort van mechanisme. Van. Ja, ja, er moet ergens geld binnenkomen om het andere weer te kunnen doen. Precies. Ja. precies. Ja. Um, totdat, ik, totdat ik genoeg geld verdien met muziek. Weet je zo. Ja, mensen zijn nu in die villa van jou, dus ja, ja precies. <laughs> nee, die heeft, die heeft mijn vrouw betaald. <laughs> nee, nu betaal ik alles en, ja. en uh, toen we hem kochten betaalden zij ja, alles. Nou, we ja, zitten ja, in ja. van die golven, weet je wel? We ja. zijn allebei ondernemers, dus het is echt zo van. Uh, als jij uh, in je hoogtijmoment moment zit, of zo, dan, dan cover jij alles. Ja. In, uh, en, en als het anders oh, mooie is wel een mooi flow sterk, als je dat samen kan doen. Het is nice, ja, nice. het is heel, is heel weird. Niet, ja. like ja. Ja, je weet niet hoe, dit, hoe het over twee jaar erbij staat. En zo, maar het is lachen. <laughs> maar dat is muzikantenleven ook wel. En ondernemersleven, ja. Een, ja. Leven, ja. ja ondernemersleven überhaupt. Het ja. is gewoon een uh, is, is tricky game. Maar, maar, het maar gaat, op een gegeven moment lost het zichzelf altijd op. De, 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 dat hoop je altijd dat de universe dat, dat voor je blijft doen. Ja, dat ja. is de spanning. Ja. Maar je zegt dan, dan komt Colin binnen en die zegt eigenlijk tegen jou. Ik wilde meedoen aan een project waar hij van ook geen idee had wat het ging worden in het begin. Of gewoon ja, met een. Nou, het was niet, eens, plan het was niet ik wilde dat je meedoet, het was, het was gewoon: ik wil met jou shit doen. En uh, hij kwam bij ons wonen, mij en Ben. En hij had ons gewoon. Uh, ja, hij, hij wilde met ons gewoon shit doen. Uh, dus we zijn shit gaan maken. En uh, het, het was geen project, er was nog niks. Het was gewoon. Maken. hij, hij wilde, ja. Leg maar eens uit hoe je een hippiepiet bouwt. En. En toen zeiden we, dat is niet echt een formule voor het. Is heel simpel. moet er gewoon kunnen spitten. <laughs> weet je. Uh, doe maar gewoon. Doe maar gewoon whatever fuck je wil. En weet je. Dat, viel, dat was niks. Ja. Maar dat is dan wel het voordeel van, van hem. Dat hij wel zo ongelooflijk muzikaal is. Dat hij het wel oppikt. Tot nee, dat hij zeker... niet meteen na twee weken stopt. Dat hij denkt. Uh, nee, sowieso. En hij, is, en hij is heel divers. Dus ja. hij, hij maakte tegelijkertijd uh, zieke elektronische dingen. En weet ik wat allemaal voor. Maar met jouw background. Kun je dat ook wel weer allemaal aangeven. Van hoe je dat dan. Nodig hebt om een goede verse te kunnen doen. Ja, ik ja. bedoel, het is, het is zo simpel als. Uh, weet je, kijk, wij, wij luisteren natuurlijk on onze, onze muziek, weet je. De band luistert heel veel reggae, ik luister heel veel hip-hop. Um, en. Colin weet heus wel wat een hibbelbeat is. Dat is niet de moeilijkste constructie. Het is niet het moeilijkste principe in de muzikale wereld. Weet je. Als jij een kathedrale koorzang hebt gedaan toen je op de basisschool zat, dan snap je heus wel wat een hippopiet is. Ja. Dus hij deed van, ik snap dit niet. Ik weet niet dit niet. Maar ons antwoord was gewoon van ja, weet je, natuurlijk wel. En uh, doe maar gewoon. En hij, hij heeft gewoon uh, ja, met zijn eigen bagage allerlei shit gemaakt. Van nou whisting zingende blues tot, uh, tot een, de, de freaky soort van... Um, eigenlijk gebeatboxde hip hiphop beat van uh, blow the whistle on him en dan en de de bizarre bombastische soort van circus beat van uh, van it circus en 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 de soort van moody uh, soulvolle uh, hiphop shit van van uh, uh, cities burning en en uh, uh, we know you know en zo dat zijn allemaal tracks van van de hermit sessions de eerste kaartplaat die dus dubbelplaat is gegaan uiteindelijk waarschijnlijk door sorry vooral want die heeft ook gemaakt in die, in die periode ja. um, en, en dat is was... nog een heel specifiek moment van het begin deed dat ook niet zoveel tot, tot dat dat lowlands moment tot dat fire ging nou, eigenlijk nee nee de of grap is het... dat ja, we, hebben, we, hebben het in, we hebben het in Utrecht gespeeld met vijf man ja. uh, in uh, in de Tivoli oude gracht toen nog ja. um, op een zelfgeorganiseerd feest, uh, Utrecht Centraal. Uh, daar, dat deden we met Six Friends ook. Die, die oude guy, die speelde ik toen zelf niet meer, maar, maar dat was uh, de crew, zeg maar. Um, en die is opgenomen en viral gegaan. Um, en dat, dat was er, die had al een miljoen views of zo. En toen zijn we een jaar daarna pas uitgekomen te dus, en, en pas een jaar weer daarna hebben we Lowlands ja. gespeeld. Dus dat is het twee jaar tussen of zo. En, maar er zit ook een heel orkest opeens. Het ja, ja, staat ja. We ja, hebben ja, 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 dat... iets ander, uh, Ja, dus. Ander gevoel Ja, ja dus. Uh, maar ja, maar dat... hij maakt dus dan beats. En, dan ja, jij, en, toen... en jij moet er dan iets mee. Ja, uh, hij maakte van alles. We, 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 hebben, we hebben ook dingen getaped die nooit zijn uitgekomen. En, en weet je wel, maar het was op zich een verrassend, soort van efficiënt proces. Dat. Als hij echt iets maakte en wij voelden het echt, dan weet het ook echt wel iets. Er zijn eigenlijk maar, maar twee, drie tracks waar ik denk ik verses op heb die niet zijn gebruikt. Wat is insane, want ik heb van mezelf echt, is die verhouding andersom. Ik heb zeg maar tachtig dingen gemaakt, waarvan de twintig, terwijl ik de twintig, of het, tachtig dingen nooit gebruikt, twintig wel, weet je wel. Ja. Um, dus dat, dat was al een hele zieke, dat, dat klikt als een man, dat was een hele duidelijke vibe van we zijn iets bijzonders aan het doen ofzo. Nou, dat bleek, want daarna werd het uh, groot. Ja, <laughs> dat is groot. groot ja, dat, het, ja, dat hadden we nooit bedacht tijdens het proces. Je, je weet nooit. überhaupt was voor mij de muziekindustrie altijd totaal illusief, en ik, ik ging daar eigenlijk vanuit dat als je hits wil, wat je kon scoren, dat, je, dat dat vooral met hele saaie muziek moest of zo. Dat ik zelf, ja, ik, ik was zelf daar heel erg mee verveeld of zo. Maar Colin die heeft een heel erg um, Goed gevoel voor het combineren van die genres. En die heeft ook bepaalde regels van. van populaire muziek. Uh, een soort van in zijn lijf zitten. En, en als hij dus gekke shit maakt. dan voldoet hij alsnog aan bepaalde universal <laughs> rules van hele populaire muziek erin. Hij, hij, hij vinkt een paar boxjes af die net ja, dus, genoeg zijn om op het zoiets, ene kant te vallen. Er ja. is een of andere... Ik weet niet wat voor software die draait in zijn hersenen. Maar er is, er is iets gaande met die guy waar hij dat mee snapt. Daarom is alles wat hij doet ook uh, heel geschikt voor veel meer mensen dan, dan je denkt. Maar zo. dan moet jij dus wel mee met het schrijven. Van oké, okay, maar wat past er dan bij? Of is dat dan... Nee, dat, dat gaat allemaal vanzelf man. Okay. Hij heeft gewoon een beat en... Uh, ja, als ik, als ik het niet voel, dan zeg ik dat eerlijk. Van, dit is ja. niet voor mij. En als ik het wel voel, dan denk ik, oh, wa, 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 geef me. Zet deze even op repeat. En dan, ja, dat was het gewoon elke, elke avond dat we er waren of zo, kon dat gebeuren. Was het gewoon van, oké, okay. ik kon alleen gaat zitten. Oh, je het pielen. Oh, hey even opletten, weet je wel. Uh, Oh, ja, ja, dit is er één weet je. Of dan zat hij een hele avond tegenaan te maken en dan sloot ik me op in mijn kamer. Daar kan, daar kan ik niks meer Zit hij nog steeds, of net ja, weer uit. Maar, uh, weet je ja. wel, of zullen we gewoon vanavond een vertrek bouwen? Ja, is goed. En dan ging hij gewoon pielen en na, na een uur of wat, of een paar uur, dan stond er iets. En dan uh, begon ik meteen met schrijven en, en, uh, en Ben eigenlijk ook. En uh, of als Ben er niet was, dan deed ik het alleen. Of als, uh, als ik er niet was, dan Ben ik mm -hmm. alleen. Dus we hebben ook allebei een solotek op die plaat. Um, maar dan is het gewoon, daar is niet, wij deden gewoon ons ding. Dus, dus hij deed zijn ding. En wij riepen wel van, als we iets voelden van: dit is heel vet. Weet je wel, dat moet je, gewoon, dat gebeurt altijd in de in room. Daarom was het lekkerste om te produceren in de room met gasten. Omdat je voelt meteen de reactie van: oh, dat dingetje ja. is vet. Oh, Terwijl je zelf aan het pielen bent, dan. Je wel, dan... Vind je zelf heel leuk en dan houdt uh, op als het bij de volgende komt te liggen. Of ja, niet, maar ja. überhaupt gewoon luisteren naar je, je eigen shit terwijl je het aan het maken bent, is best wel lastig. Vaak kun je pas uh, in een veel later stadium terughoren en denken: Oh, dat is eigenlijk best wel vet. Ja. Weet je wel? Uh, dus je gaat op zich wel hard op iets, maar je weet, je, je weet niet of je het wel kan vertrouwen, want je zit, ook, je zit ook je bent het ook aan het maken tegelijkertijd. Dus dat Je bent per definitie al niet neutraal nee. of zo. En de mensen in de kamer die. Die hebben heel eerlijke reacties op geluiden. Ja. Dus dat is gewoon van, ja, um, je, je voelt in de room van, oeh, wacht even, ik heb iets nu. Weet je wel? En dan ga je daarop door en op door. En dan, en dan ga je, weet je wel, en voor mij is het gewoon van, oké, een boem, dan heb ik al meteen een flow in mijn hoofd. En ik heb mijn dag geleefd en mijn week geleefd en mijn maand geleefd. En ik heb iets te vertellen en ik ben in mijn mindstate. En boem, dan, dan komt dat gewoon. Een... Maar jullie kregen sowieso... Ook op het podium ongelooflijk veel ruimte om te doen waar jullie goed in waren. Het is niet dat dat, in ieder geval zo lijkt het vanuit de buitenkant, een super strikte organisatie was van je moet nu de, deze noot halen of op, de, op deze plekken dit doen. Nou, dus er is wel wat uh, ruimte in. Jawel, nou, ik weet niet. Ik denk ik denk dat, dat de muziek is gemaakt in de ruimte. Dus dat ja. die ruimte de per definitie is, dat we daarin hebben geleefd, maar we hebben wel de. de ja, de, de oplossingen gevonden voor alles. Dus ja. er, wel, er is wel... Een hoek is heel specifiek. En daar zitten stukjes vrijheid in. weet je Zoals aan het einde van Cities Burning of zo. Dan, dan vamp ik gewoon los. En mm -hmm. dan, je, Whatever happens, happens. Um, maar... Um, tegelijkertijd... Is het wel van... Je, een hoek is een hoek die heeft een bepaalde melodie. En die gaan we niet elke keer lopen, lopen variëren nee. of zo. Snap je? Van, nee, in je die, die zin het is hebben, het wel ja. van je moet die nood wel halen. Ja, en Zeker ja. als je met een orchestra speelt. Toen werd het al meteen wat dat betreft. Ja. Iets uh, niet procedurele, maar wel een soort van. Uh, belangrijker dat iedereen op het juiste moment op de juiste plek zat. Want je hebt, als je, hoe meer mensen je bent, hoe minder vrijheid je individueel he ja. hebt in principe. Um, zelfs als vocalist. Omdat. Als een koor met jou zingt tegelijkertijd, staan 30 man jouw lyrics te dubbelen. Moet wel het goed, juist. Dan, zijn. Moet, dan <laughs> moet dat woord exact op die plek, want anders gaat het niet meer. Want ja. Dan wordt het een totale chaos. Dus weet je, hoe, hoe groter het werd, hoe meer structuur er wel in kwam. Want dan kom je eigenlijk bij de, de, de volgende stap die daar dan is genomen: de hip-hop is weggevallen. En toen werd uh, Kaipen en Orchestra. Ja. En dat werd echt wel volgens Nederlands begrippen, maar ik denk voor heel veel in de wereld. Ja. Een next level die, die niet eerder was aangeraakt om op een live stage te gaan doen. Nee. Dat was een, 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 een album waar heel veel is losgelaten ten opzichte van de eerste plaat. Ja. Maar juist heel veel ruimte is gecreëerd om nieuwe dingen te ontwikkelen samen. Ja, zeker. Zeker. Nou dat is zeker. En weet je, überhaupt, op die heeft zich gewoon, na, nadat we die plaat hebben gemaakt, um, een soort van jaar teruggetrokken bijna. Om, om organisatorisch alles een beetje op poten te krijgen. Uh, hij had heel veel geleerd, volgens mij ook van, van relax en hoe dat is geregeld geweest. En uh, toen heeft hij uh, dat orkest zitten uitdokteren. En, uh, en, en ja, op een of andere manier uh, partners gevonden om dat dan mogelijk mee te maken. Dus dat was helemaal in het begin was de productiehuis, zoals Nederland. En uh, Jam, dat label, uh, waar toen Simon Kipski ook zaten. Um, en met Gijs Kerbos als manager. Uh, best wel een soort van indie eigen labelachtige vibes... maar wel serieus aanpakken. En... Uh, ja, ja, zelf zaten... een studio bouwen. Zelf de eigen ruimtes. Ja, dat, nou, dat, was, dat was nog later. Ik heb het nu echt over het jaar nadat... Okay. nadat we de Hermit Sessions hadden gemaakt. Maar de okay. eerste plaat. Dus toen al uh, was het even van... Uh, ja, trok we trok wel eens echt een beetje terug... vanuit die vibe die we hadden. Die huiskamer-vibe. Om echt even uit de horsels te zetten. Om de deals te maken. Om de, weet je wel... Um, en um, daar is een soort van uh, organisatie in de stijgers gezet, die, die is gewoon aan de ene kant uitgebouwd qua mogelijkheden, en aan de andere kant juist verkleind qua, qua betrokken partijen met belangen en zo. Want dat, dat, daar was ik alleen überhaupt al elegisch voor en dat bleek ook mis te gaan. Jam ging failliet en uh, daar is allemaal geld aan verloren gaan. En. Um, uh, nou ja, precies als Nederland heeft gruwelijk uh, gepresteerd. En, uh, en alleen ja, dat, dat hadden we op een gegeven moment ook niet echt meer nodig. Want we wisten van oké, okay, dit werkt en, en we hadden een bepaalde prijs voor de show. En dat, dat was kostendekkend op een mm -hmm. gegeven moment. Is dan, ja, dat, zonder die partners hadden we het nooit kunnen doen. Maar op een gegeven moment voor een tweede plaats, want dan moet je helemaal opnieuw gaan kijken. Oké, okay, we weten nu hoe dit werkt. Uh, hoe kunnen we het nog meer naar onze hand zetten ofzo? En, um, maar welke rol heb jij dan in, uh, vanuit de, nou, de muzikale kant? Ja, dat, dat is grappig. Want Colin heeft voor die tweede part een heel andere attitude uh, eigenlijk aangenomen dan voor die eerste. Dus uh, voor die eerste trapte hij de deur in van ik wil met jullie shit maken. Dus dat was heel ge een gezamenlijk proces met een soort van wederzijdse uh, vrijheden ook. Mm -hmm. En voor de tweede had hij veel duidelijker een idee in zijn hoofd van ik wil nu dit doen. Um, en dus heeft hij iets meer proces naar zichzelf toe getrokken. En um, um, eigenlijk eerst een jaar met het orkest samen uh, shit gebouwd. Dus dan had hij wel uh, weet ik veel. Paar, uh, drie vier tracks of zo meegenomen van waar, die die had lopen schetsen in, mm -hmm. in de tijd daarvoor dat is wanneer wij in IJsland waren en wat dat soort ook We weer deels is opgenomen ja, ja die fase van de, daar heeft hij wat shit zitten bedenken maar hij zat er helemaal niet zo van hij zat er niet lekker in hij wilde met dat orkest eigenlijk gewoon shit gaan maken uh, dus daar heeft hij wel wat dingen meegenomen. Maar ook vooral ook ter plekke met het orkest lopen creëren. Van. In plaats van met een laptop, weet je wel, mm -hmm. of een desktop. Was het gewoon van hé, hey, ik heb nu een orkest, laat me daar dan ook mee bouwen. Wat een super kostbare onderneming is. Want anders die jo, je het niet gespeed worden. Uh, dus het was, het is, die, volgens mij hebben we die nog steeds niet terugverdiend, die plaat. Weet je wel. Dat, is gewoon, dat was echt een belachelijk plan. Um, maar daar heeft hij dus een jaar lang eigenlijk alleen met het orkest gewerkt. En ik heb tussentijds wel gezegd van joh, kom even met muziek. Want weet je wel, uh, dan heb ik ook nog een soort van idee van wat je eigenlijk wil en waar het heen gaat. Of zo. Mm -hmm. en, dat, de, en dat kwam maar mondjesmaat naar buiten. En dan kon ik een beetje zo van al beginnen erover na te denken enzovoort. Maar dat was heel eigenlijk heel erg. Hij heeft echt een. Zo, voor, voor mij voelde het wel alsof hij zo met dat orkest een hele berg heeft gebouwd. Met allemaal eigenlijk veel klassiekere stukken, zeg maar, dan, uh, dan dat we gewend waren. En toen kwam met van oké okay, en, nou, en nou een jaar vocals uh, erachteraan en dan uh, en dan is het af uh, en toen was het echt van oké hij had toch nog een jaar gekregen dat is toch nog ruim uh. ja ik weet niet precies <laughs> of we dat hebben volgemaakt maar ik weet wel dat we dat we dat we veel te dicht bij de deadline kwamen op een gegeven moment dat het echt gewoon het was nog net niet afraffelen maar uh, dat was steeds aan ja, het einde. dat was nooit fijn maar het is nou, natuurlijk wel hetgene wat je zegt de ene begin je vanuit jullie drie en dan is het eigenlijk gewoon. En hier is het. Ja. <laughs> en we hebben nog een tekst nodig. Ik kom straks terug. Ja, en, uh, ja, nou ja kijk bijna we wel, op, bijna ja. wel. En uh, het was wel, kijk, hij heeft mij toen echt gevraagd of ik zo, een soort van de vocal captain wilde zijn. Want ja, ik was al soort van oké, okay, Jesus, what am I supposed to do with this? Ja, de rest moeten zien. Uh, dus echt van what the fuck is dit? En, en Dax, die is ook afgehaakt toen. Weet ja. je wel, die, die zat op de eerste plaat, die heeft op de tweede niks gedaan. Um, uh, uh, even kijken. Benz, eigenlijk hetzelfde verhaal. Die heeft wel geschreven uh, voor um, uh, poe, uh, Preaching to the Choir. Yeah. Zo'n koortrack is dat eigenlijk. Ja, dat is eentje die heel vaak bij mij heeft opgestaan Oh, ziek. Nou, ja, dat, dit, daar ik, heeft Ben dus in ja. geschreven. Uh, en dat hoorde ik ook wel. Ja. Um, uh, maar die heeft verder geen tracks op het album. Uh, wat ook bizar is. Want. Ja, Ben had samen met mij het leeuwdeel van de tracks op de mm -hmm. Sessions. En hij was echt een uh, elementair onderdeel van zeg maar, het founding trio of zo van het hele ding. Ja. Um, maar Ben kon er, kon er helemaal niks mee, weet je. Die had zoiets van, yo, ik, dit is niet het proces wat ik wil en dit voelt niet lekker, weet je. Van, dus die is echt uh, voor die tweede plaat eventjes soort van, heeft een stap opzij gezet van... Uh, you know, ik, als je iets kan gebruiken van mij, fine. Maar ik kan niks met deze shit. Snap je? Ja. Muzikaal gezien vind ik dit is dit uh, niet waar ik zit nu. Ja. Dus, um, uh, nou, heel vet dat hij *Prisoners of the Choir* heeft gedaan. Um, en ja, ik heb toen eigenlijk zonder hem uh, in dat schrijfteam. Hij, hij heeft wel volgens mij uh, nog even wel een tijd meegelopen ook om, om te kijken of er wat uitkwam of zo. Maar het was echt meer van... oké, okay, we hebben deze track, we hebben die trek, Gewoon limited supply aan tracks, zeg maar. Ja. En dan is het is echt van, ja, wat... Wie, wie kunnen we op wie doen, weet je wel? Dus uh, Achie... best wel zie ik dat hij gewoon is meegegaan... eigenlijk voor de tweede ook. Um, die had nou maar... Singin' the Blues op de Hermit Sessions. En die, die heeft dus... Um, uh, long Lost Friend of Mine... Uh, opgenomen. Oké, okay, ja. En nou goed, ik heb, ik heb met iedereen die, die dus een track heeft op de tweede plaat heb ik meegeschreven, want het was echt van, oké, okay, how the fuck does this work? En, <laughs> weet je? En ik had ik was gewoon de meest ervaren songwriter zeg maar. Dus ja. ik, ik wist op een of manier wel te connecten Omdat ik natuurlijk ook, weet je, ik had zeven jaar met Illicit getoerd met met vijf bandleden die allemaal uit andere genres kwamen. Dus ik had daar wel een, soort een van beetje meer... structuren maken voor de rest. Uh... Ja, ik, had, ik was meer gewend om ja. om te gaan met foreign. Influence of zo, dan, dan de rest. Die hadden veel meer in hun soul trip of in hun hip-hop trip of in hun eigen trip. Mm -hmm. En, en uh, voor hun was het moeilijker om dat, om dat te doen. Dus ik kon, ik kon assisteren bij mensen van joh, als ze dit, uh, dit samen doen, dan, dan komen we er wel uit of zo. Um, en uh, ja, zo heb je. ...heb je blacks... Uh, die, da ...die dat ook die, heeft, ook... ...die was ook wat ouder... ...dus eigenlijk grappig... ...misschien is dat... ...heb ik nog steeds stilgestaan... ...maar dat de, de meer de senior guys... ...met meer ervaring... Toch makkelijker uiteindelijk uh, tracks hebben kunnen claimen op die plaat, weet je wel. Uh, Misschien wel de bagage die je hebt meegenomen, waarvan je de ervaring hebt, hè? Want je ja, zeven je jaar op tour. Van, ja, je schrikt wel minder snel van ja. shit. Terwijl ik ook nog, ik nog echt <laughs> naar een monumentale bergen zat te kijken van hoe ga ik dit doen? En heel trots met, op wat hij, heeft, weet je, de Mushroom Cloud, While I Was Away. Tracks, ja, gruwelijk geworden uiteindelijk. Maar ook, het is voor, voor Nederlandse, niet alleen voor Nederlandse dan, maar denk ik wel voor heel veel een Hele bijzondere plaat geworden, die zo uit is gegroeid naar zoveel, ja, um, uh, waar je dan een, een rol in hebt gespeeld, zeg maar, ja, um, en dat dat dat. Wordt dan opeens vertaald naar een live versie waar ik weet dat het ook nog een stukje is ingekrompen, want het niet het hele koor ging iedere keer mee in de bus, dat nee. ging niet meer. Nee. Um, zeker in uh, was het Genk onstage. stage, er was zo'n klein podium waar gewoon ja. iedereen op elkaar uh, gepropt stond. Ja, ja soms kwam gewoon met vijf koormensen. Ja, maar ik bedoel, ik ben toen naar de UK uh, gekomen voor die uh, Brixton uh, Academy Show. Oh, Waarom? Wow. Uh, uh, zeker, O2 Academy uh, yeah. Show in Londen. -O2, yeah. Ik heb daar veel te lang op de grond alleen gezeten, want ik denk het wordt druk, maar uiteindelijk bleek het alleen maar voor Popo te zijn uh, ja. die echt pas tien uh, minuten nadat de show begonnen uh, binnenkwamen lopen. Ja, dat was wel wek ja. Ik denk ja, dat kan kijk aan fan zijn, maar dat bleek dus niet behalve één gek uit Nederland. Um, ja. het <laughs> Was wel een hele toffe show moet ik zeggen. Ja thanks. Ja, ja dat was een weird moment. Ja, het, het was ook de. De, wat ik zei, die operation, die was al een soort van ja. indie. En dat was voor die fase nog veel meer. <laughs> soort van, oké, okay, weet je wat, we gaan alles zelf doen. Ja. Dus Gijs was gelukkig nog wel betrokken. Maar verder was het gewoon Kite en Erik. En dat was het, weet je wel. Ja. En dan had je wel uh, externe partners als Mojo en dat soort. Uh, de, en zo kom je ook bij O2. Ja, terecht ja. dan. Maar um, uh, ja, weet je, de, de hele... überhaupt de, de... Waar ze in het buitenland... Agents voor hebben en zo en uh, promoters <laughs> dat soort dingen dat heb je in Nederland niet show promoters dat heb je hier niet nee, nee. Snap je? dus je je doet het zelf <laughs> ja zo van, ja, nou, ja precies ja, ja. ja die hangen toch een posterje op ja. en dat is toch goed en en weet je dus, ja dat ik das, ga toch, is mijn job hè dat weet je ik, ik ga toch oké okay, ja ik ga toch viral op de oude gracht en dan komt het gewoon vanzelf ja dat, maar nee weet je als je een nieuwe land ja. in komt dat is een whole other operation ja. en ja, daar zijn we gewoon ignorant ingestapt van uh, oh dit komt wel goed en uh, ja want nee. je had eigenlijk gewoon heel Europa moeten overnemen met die show wil je daar geld aan gaan verdienen ja precies Ik bedoel je je probeert je zet gewoon voet aan wal hier en daar wees ja. een keer in Italië gespeeld een keer in Rusland gespeeld een keer uh... die Duitsland die die uh, showcase festival volgens mij ook nog Duitsland hebben we best wel best ja. wel veel gespeeld nog uh, relatief gezien uh, en de, ja dat, dat was eigenlijk de grootste soort van oké okay, dit de, de meest kansrijke dus ja. daar gaan we gewoon op en daar hebben we wel echt een toertje gedaan ook was vet um, maar ook daar was het gewoon van: Oké, okay, dit is zo'n zo ander land met zo'n andere requirements. De, de belachelijke uh, premise van een orchestra eh, de, ja, kan bijna alleen maar als je al weet, als je de eerste show al uitverkoopt en, en vanaf dat moment alle shows uitverkoopt. Want anders, anders is het gewoon <laughs> totaal onbetaalbaar en onhoudbaar. Dus dat, dat was heel moeilijk te reproduceren in de buitenland. En, 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 en op tour gaan in een busje met vier mensen is al duur. laat ja. staan dat je, waren jullie 40 man uh, ja. met de koor erbij? Ja, 50 in ja. totaal met, ja, met alle, ja. dus de, de, We zijn in het buitenland wel met een, met een 30 man versie ja. gegaan, volgens mij. Maar ja, dan nog, dat is nog steeds uh, veel te veel. Uh, ja, ik weet ook wel, 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 om, wel om... alleen qua garages dat we op een gegeven moment niet eruit halen. Nee, daarom. Om iedereen gewoon netjes te kunnen betalen. Nee, ja. daarom. En uh, ja, je stretcht sowieso al natuurlijk mensen hun geduld met... als je zeg maar zo'n succesvol project doet... Uh, dat, je, dat je dus de opbrengsten door zoveel mensen moet delen... dat er niemand er nog steeds rijk van aan het worden is. Ja. Dat is heel lastig. Een soort van te verkroppen als je deel bent van een heel succesvol project... maar je had er niks aan over. Dat is heel tricky. Van, daar was de hele soort van 50 euro en een pakje peuken ging dat, ging dat over. Er staat op die dvd van, uh, van ja. Kite over de Hermit Sessions. Daar zegt uh, Ben dat. Omdat dat toen een soort van gerucht was in de game van oh, die kuitgasten die doen het gewoon voor 50 nee. euro en een pakje peuken. <laughs> en uh, toen was het antwoord van Ben ook van ja, dat, daar gaat het ja, ons dat, niet om. Weet ja. je? Dat is niet de uh, thing. We doen het. Uh... Maar dat maakt wel weer zo'n periode waar je dan doorheen gaat en weer heel veel van leert. Zeker. Um, Um, en als ik het dan goed in mijn hoofd hoofdkartijlijn heb, komen daarna hmm. eigenlijk gewoon die uh, freestyle sessies uh, uh, achteraan. Uh, yeah, ja, de jam sessies. De jam sessies. Klopt. Juist weer eigenlijk gewoon naar een stuk kern is teruggegaan. Een aantal in a way, e extra yeah. elementen zijn eruit gehaald. Yeah. Om het toch toerbaar te houden, zou ik misschien zo wel zeggen. Maar ook wel gewoon met de kennis die jullie hebben opgedaan al die jaren. Ja. En die flow die jullie hebben gecreëerd met z'n allen. En het samenwerken dus wel weer terugpakkend. En heel goed naar elkaar luisteren, want daar ging het uiteindelijk volgens mij. Ja, het is, nou, het is gewoon een nieuw soort onmogelijkheid uh, bedenken. <laughs> Dat is het meer. natuurlijk het, het is intiemer, maar het is ook van: oké, okay, wie kan hier een hele show freestylen? Cricket's, weet je, en dan steek ik maar weer mijn hand op, weet je, en dit nee. keer Black zelfs van oh hell no, I'm not doing this one, <laughs> weet je, en gelukkig Dogs coming out naar de woodwork van, yo, uh, I guess I'm back for this one, weet je, van uh, ik heb <laughs> wel wat verses in mijn hoofd, ik kan er een beetje erop. Uh, maar Ben ook weer van ja, dit is niet, weet je, wat am ja. I doen hier, weet je, dat slaat nergens op. Dus die, um, ja, het is het is weer intiemer en, uh, maar het is het, ja, het is weer weer zo'n. Uh, specifieke discipline, mm -hmm. which I love. Weet je, van, ik ben echt, ik hou heel erg van freestyle. En als, als, als ik goed herinner, op een gegeven moment stond jij ook vaker met gewoon je, je, je handgeschreven boekje natuurlijk op, op het podium, yep. gewoon, dit heb ik bedacht. En dat past nu. Ik ga bijna bladeren, zeg maar, voor yeah. wat nu past op wat er nu gaande is. Ja, yeah, yeah, true. Nou ja, bij de, um, bij de jam sessions was dat eigenlijk minder. Uh, daar was het echt from the top of the dome, gewoon zonder boekje, gewoon straight, straight off the head van, van wat, is, wat leeft er. Dat boekje, dat, dat heb je onthouden van uh, Kite Crash. Dat okay. was de side project ja. met, met de oude leraar van kite, om het nog maar even ingewikkelder te maken van ja, de mensen ja. thuis, uh, Erik Vloeimans. Ja. En uh, dat was ook een kleinere samenstelling. En daar hebben we, daar hebben we serieus op Noordzee gespeeld. in op dezelfde editie van Notie als dat we met het orkest ook speelden. Ja. Dus dat was, dat was crazy. Dus de verwarring is heel logisch. Ja, ja, ja. Dat is uh, ik heb veel gezien op een gegeven moment. Ja, maar daar had ik een ja. boekje inderdaad... Van, van pieces die ik heb geschreven in India met Kite. Dus van IJsland naar India. Ik heb nogal getrift met deze guy. <laughs> uh, um, en daar... daar uh, die, die had ik gewoon... Uh, mee teruggenomen... en, en ge, heel veel gebruikt in Kite Crash... wat we enigszins aansluitend zijn gaan maken. Mm -hmm. En dus... Uh, daar uh, sloeg ik dat boekje open vaak en, en klapte ik gewoon een, uh, een poem uit die, uit die fase. En de, die zijn ook wel echt verbonden aan die tracks. Um, maar, maar bij de jam-sessies is het dan top of mind, go for it. Ja, dat was echt, echt freestyle, uh, freestyle. Ja, ja, die dus shows dat, die ook nooit kocht. Nee, want dat kan helemaal niet. Je kan niet zeg maar... Uh, vijf minuten improviseren, dat zo werkt het niet, uh, niet met een orkest in elk geval. Dus je moet. Nou, Dan is één les pas geweest. <laughs> ja, nee, ja. want nou ja, want je kijk wat Colin deed. En da, daar heeft hij echt weer ook weer een soort van taal uitgevonden om om te communiceren met met het orkest, weet mm -hmm. je, om dus dit live ter plekke te kunnen doen, om te laten, ook iedereen te kunnen laten creëren zelf, zonder dat dat totale chaos wordt. Dus wat hij deed vaak in het begin was uit. Uh, uh, signs, uitge handgebaren uh, uitgevonden om akkoorden uh, aan te duiden. Mm -hmm. En dan wees die unsexy aan. Dus de horns of de strings of... Uh uh, of ja, hij had geen akkoorden voor de drummers. Maar, nee, nee, maar ja, weet ja. Je wel, daar, daar kon hij ook, uh, ook aan wijzen. En er was het gewoon van: oké, op dit moment in de set, wat, moet, wat hoor ik in mijn hoofd? Waar zouden we moeten beginnen? Weet je, oh ja, wat, doe maar strings, heel zachtjes. Dit akkoord, dit akkoord, dit akkoord, dit akkoord. En dan gingen ging die strings elkaar aankijken. En dan. En dan was het gewoon: van oké, okay, we zetten in en we kijken op een bepaald tempo. Weet je, uw geeft misschien een bepaald tempo aan. En wij kiezen voor: wat doen we? Lange lijnen, doen we kort? We, doen, oh ja, we gaan, oké, okay, kort. We doen een soort van, we beginnen gek. En dat was het gewoon he helemaal open en dat moest dan uh, organisch soort van in, een, in een bepaald motief vallen. Uh, dat, dus dat werd een soort van melodie of harmonie of akkoordvolgorde, maar u, u, op een organische manier. Dus dat kost tijd. Dus voordat één, <laughs> één sectie een soort van loopje had, ja. waar we op konden bouwen, dat duurde al minuten, zeg maar. Dus elke track ging automatisch naar de 20 minuten, ja. weet je wel. Want voordat je dan, zeg maar, het hele orkest aan de praat hebt en alle sporen aan hebt gezet van je laptop, weet je wel, ja, ja, ja. Um, ben je alweer vijf minuten verder. Maar, maar dan moet jij dan nog iets mee? Ja, en dan, het dan, is het, ja. dan is het van, kijk, okay, dit is epic, uh, nu wil ik er uh, een kade rapper op horen. Of, uh, holy shit, wat is het voor chaos, ik heb uh, hier een sick gedicht nodig van Pax, en dan kijkt hij me aan, please save me, weet je, dan, dan moest ik het even oplossen. Uh, maar maar hoe, doe, hoe, doe, hoe doe je dat? Dat is misschien een, een verkeerde vraag, maar het is natuurlijk wel, jij moet dan op dat moment naar voren stappen en dan ook beginnen. Terwijl natuurlijk voor. Niet negeren naar de rest, want dat is heel moeilijk. Maar zij moeten samen een ritme gaan volgen. Ja. Dat, jij hoort dat ritme, maar dan ja. moet jij opeens met een hele logische tekst op dat energieniveau gaan komen. Ja, nou ja, precies, daar lag voor mij de trickiness van. Ik hoop dat zij in dezelfde vibe zitten als ik. Dat was meer een soort van mijn ding. Van, ik heb altijd wel woorden, dat is het probleem niet. Want ik heb genoeg in mijn kop zitten, uh, genoeg gevoel, genoeg leef, leef ik door een week heen om te vertellen om iets te vertellen te hebben of zo en dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt als je kan freestylen dan is het gewoon dus home maar van wal weet je um, alleen inderdaad de vibe van soms ben je gewoon in een super poetic vibe en wil je wil je bij je binding aan het overdenken en dan uh, en dan komen ze met een snoeiharde harde hippopiet en dan wijst hij me aan nu 1 2 3 4 oh fuck nou moet ik opeens keihard blaast en 16 gooien uh, maar ja die knop omzetten dat leer je wel uh, in de loop der jaren überhaupt, want ja, of hoe vaak heb je wel niet een show gedaan waar je niet in de mood bent en waar je opeens een keide banger moet gaan spelen, weet je wel? Oké. Okay, ja. Dat hoort er ook bij. dus is een beetje dezelfde categorie. Als je kan freestylen, kan je freestylen... en dan en dan moet dat gewoon kunnen lukken. Ja. Um, en 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 het is ook nog zo dat je je krijgt genoeg aanlooptijd om in de mood te komen, hè? want die grote ja, ja, is dat aan het eigenlijk. doen. Ja. Dus dus je voelt al die vibe en, en vaak genoeg denk ik ook van oh come on man pick me pick me weet je wel? En dat ik met dorks nog aan het, aan het ellebogen ben van wie mag deze pakken, weet je wel. Dus, uh, nee, dat is, luxury problems uh, zijn dat, ja. Yeah. En, en uh, want uh, daar, dat is nog een best een tijd doorgegaan. Er is ook nog uh, een, een vinyl van uitgekomen, een cd van uitgekomen. Ja, 2006, uh, uh, die, uh, die uh, uh, wat elementen uit de Tivoli-sessies hadden. Volgens mij was dat het aantal avonden achter elkaar, uh, uh, of zit er eindelijk of van in? die laatste tour, ik weet niet meer. waar waren in ieder geval verschillende avonden, waren opgenomen Goed. en die waren. Ja, ik geloof acht. Dat we dat hebben geda <laughs> gedaan achter elkaar. De, de, we mochten de, de oude gracht uh, afsluiten, ja. om zeggen. De laatste shows daar. En daar, daar hebben ze dus tot een laatste datum als eerst geboekt ja. en vervolgens elke, elke show die werd uitverkocht, daar werd een show voor geplakt ja. En dan mochten we die ook uitverkopen en dat <laughs> ging van één show naar twee, drie, vier, vijf, zes. En dat werd werden acht shows uiteindelijk. We ja. hebben acht shows achter elkaar moeten doen. Uh, uh, ik zeg moeten doen, omdat na de vijfde show weet je echt niet meer wat op. Want ik zei: Van uh, ik heb altijd genoeg geleefd zo van, om iets te vertellen te hebben. Na vijf dagen achter elkaar is het leventje verteld, is dat leven. Ja. En dan, is het ook van, dan raak ik op een gegeven moment uitgeluld in een soort van ja. perpetual loop. Van ja, je wil niet de rapper zijn die rapt over rappers zeg maar. Dat is bullshit. Wat dat gekund, ik? Had gekund. Had gekund. Had gekund. Man, dat dan kun dan je miljoenen niet. steeds meer verkopen, schijnbaar. Nou ja, um. Dat zeg je wel zo wat. <laughs> ik ik dat is ik dan moeten doen. Maar dat is natuurlijk wel weer zo'n uh, zo zo ervaring die je meeneemt. En dan komen we eigenlijk naar de tijd van nu. Misschien toch nog een hele verre sprong ertussen maken hoor. Maar het creëren van je eigen muziek. Mm -hmm. Met je eigen wensen. Met je eigen interpretaties. Dat, dat de... was alweer tien jaar aan de gang intussen. Ja. Dus, of okay. laten we zeggen, de laatste vijf jaar of zo van de hele activiteiten okay. zat ik achter in de bus al te pielen. Dus ik was al met beats bezig. Ik had de logic van Colin afgekeken. So so van <laughs> hoe dat werkt, weet je. Van, oh, that's easy. Weet je, I can do that. Dus toen ben ik zelf maar zitten gaan pielen. Dus toen dacht je, oh, dat moet zo snel mogelijk stoppen. Dan kan ik mijn eigen dingen doen. Vijf jaar nou, later. Sterker nog, we woonden gewoon nog op de... Op de um, Kasai op de 231, waar we ook de Hummers Sessions hebben gemaakt en toen was ik al shit aan het bouwen. Steek nog uh, call of freedom en profitable love, zo heb ik toen al gemaakt. En dat is echt zo. So, dat is wel, dat is dat is, is daarom zeg ik tien jaar geleden. Langer. ja, na toen die plaat, het is plaatst ik een jaar uit nu. Het uh, is, uh, ja, is inderdaad ik denk 12 jaar of zo uh, geleden. T, uh, dat die eerste tracks al stonden: soort van in schetfase en allemaal nog niet uitgewerkt en wat soort dingen. Maar wel echt de songs staan dan al of zo. En gedurende die hele periode. de Kite was gewoon voor mij super intens. En uh, Als ik terugdenk aan hoe dat was, en zo, dan uh, is heel veel kan ik heel veel genieten. Ben ik ben heel blij dat we het hebben gedaan. Maar het is ook van yo, wat de fuck? Als ik daar een show deed. Dan moest ik ook echt een hele week gewoon bijkomen. <laughs> dat klinkt heel raar, maar. Nou ja, dat is niet ik... raar, want er zat zoveel energie in. Ja, ja. En zoveel en Dan kon in. ik wel even een biertje bouwen, zomaar zeg tussendoor. Maar ik kon niet een heel ander project van de grond krijgen. Zeg maar. Wat andere mensen misschien wel kunnen. Voor mij was die combinatie van zaken echt niet mogelijk. Ook al hadden we zes maanden tussendoor even niks van. Yo, dan ben ik heel blij dat we zes maanden even niks hebben. En dan ga ik niet. Oh, we hebben een nieuw project even in de stijl Weet je dus. Volgens mij gaat er een telefoon over hoor. ik in mijn koptelefoon. Oh, sorry man. Nee, maar niet uit. Hebben ze een ijsje al gehad? Hey, ik heb Colleen ook gemist. Die heeft 20 minuten geleden. Haha, <laughs> <laughs> epic. Die hoorde dat er wel boven om bezig waren. Die denkt, ik ga even interpreteren. Precies. Ja, die, die ik ga even dat, alles corrigeren wat er net gezegd dat, is. Precies. Die voelt <laughs> het in de universe. Wait a minute, is dit live? <laughs> yeah. um, het, ging, het ging erover dat je dus al zelf die tracks aan het maken was. Ja. Maar dat je eigenlijk niet daarlangs. Eigenlijk een heel eigen project kon gaan starten. Uh, nee, precies. Dat was te veel voor mij. Ja. Uh, dus. dus uh, nou, ik moest echt even een beetje die kite trein laten uitrazen voordat ik uh, de moed kon verzamelen en de energie er bij elkaar had. En vooral ook de structuur um, um, om, ja, om, om organisatorisch een soort van een eigen project van de grond te krijgen, weet je. En ik, ik wilde daar ook alle vrijheid aan geven. En, uh, nou ja, heb ik, ik, ik heb dus in de loop der tijd genoeg uh, geschetst dat ik dacht van oké, okay, hier kan ik makkelijk een album uh, of vijf mee maken, weet je wel. Uh, dus... Ik pakte de, de beste tunes bij elkaar en uh, wilde ik dat gaan uitbouwen want ja al die logic beatjes of zo dat was niet goed genoeg uh, dus, dus vooral qua sound was ik ik ben nooit echt een producer geweest altijd meer een uh, songwriter of zo gewoon wel beats bouwen maar niet uh, qua sound dat zo goed krijgen dat je zegt van oké okay, we sturen het naar de mix en nee het en is niet schetsen, wat je is klaar. schetsen ja, weet je dus ja. Ik wilde meer live instrumenten ook en zo, dus ik heb toen Niels Broos gebeld, die ik kende van de orchestra uh, via Dibbe, by the way, de, de contrapassist van de eerste tour, um, die via mij kwam, want die kende een dus jeugdvriend van mij, wat is funny. En um, anyway, Niels Broos uh, was dus al een soort van een vriend van de vriend van de familie, zeg maar, dus die was ook close bij mij ja. of zo. Uh, dus daar ben ik dan uh, heen gegaan van kun je even een paar toetsenpartijtjes uh, opnieuw inspelen, zeg maar. Uh, want dat klinkt nu allemaal midi en dat wil ik anders. En da daar begon het een beetje mee. En toen was Niels wel heel snel van ja, maar als je dit doet, dan kun je ook dat doen. En dan kun je dit doen en dan kun je dat doen en dan kun je dit doen. Voor je het weet had kant, hij duizend uh... alternatieven opgenomen en uh, had hij dan allemaal ideeën voor tracks. En, en op, op een gegeven moment was hij parallel aan, aan die, die tweede helft van het ontwikkelproces, vijf jaar lang van, van mijn eerste plaat, mijn eerste solo plaat. Um, heeft hij heel veel tracks gewoon echt helemaal gereviseerd, zeg maar. Helemaal akkoordenschema's ingebouwd zodat eigenlijk geen enkele verse soort van hetzelfde klinkt. Weet je wel? en um, heeft hij zelfs ook uh, gewoon, gewoon geheel de productie soort van opnieuw gedaan, dus zelfs de beat sounds. En, uh, weet je wel, hij, hij heeft hij, heeft, hij is zelfs zonder mij nog naar, naar gasten toe gegaan. Uh, weet je wel uh, iemand op drums iemand op bas iemand op gitaar nou allemaal gasten opgezocht van oh, ik wil ik wil dit ik wil dat, ik wil dat. dus hij is echt mee van gegaan op een gegeven moment en zo is die muziek ook gewoon heel rijk geworden zeg maar dus het, ik heb het niet over gedaan het zijn het is helemaal niet het is drie kwartier muziek of zo maar als je het allemaal hebt geluisterd voelt het als zes uur dat je hebt geluisterd want de tracks zit er zo vol met informatie je wordt recht ingezogen in dat album ja. en het, je, je wordt meegenomen in een, in een bepaalde mood, feel. Ja. Maar dat is niet bij ieder nummer hetzelfde. Het is nee. echt, wat je al zegt, het is ook heel logisch hè? als je er zo lang aan werkt, dat je niet iedere dag hetzelfde gevoel hebt gehad bij het maken van een track. Ja. Um, maar hoe, hoe maak je het van jou dan? Want buiten het feit dat jij dan de tekst natuurlijk hebt gemaakt. Ja. Als Niels er mee aan de haal gaat in dat geval, ja. hoe, hoe, zorg, hoe communiceer je dan van wat jij wilt? Want je hebt natuurlijk die layouts wel nou, gemaakt. maar... Ja, ik, kijk, ik ben ik ben. Ik heb, kijk, helemaal aan het einde was het, het minister van techni technical upgrades. Dat, daar, daar heeft hij wat dingen gedaan waar ik niet bij was. Maar voor de rest ik alles okay, samen gedaan. Nou. Dus. Uh, dat hele proces van, van alles opnieuw invullen of zo, dat, dat was samen, weet je, daar, daar rokte hij gewoon zijn zins. En als hij te ver ging, dan zei ik, wow, oké, okay, dit snap ik niet meer. Dat ga je maar met iemand anders doen. Uh, ja, dat precies, dit is een <laughs> ander project wat je <laughs> nu doet. Uh, en uh, en dan, ik kon heel specifiek zeggen, van joh, ik zoek nog een, een overgang tussen dat akkoord en, en, en dat akkoord vier maanden verderop. Want, dit, weet je, wel, dit voor mij allemaal nog te random of zo. En dan, en dan weet je, op, op die manier. Uh, Konden we samen een soort van bouwen aan, aan wat ik hoorde in mijn hoofd en wat hij daarop weer hoorde in zijn hoofd. En hij kwam uiteindelijk met dingen uh, die ik nooit had kunnen bedenken. Omdat ik gewoon de, de wat ik zeg nooit de heb gehad, weet je, de, de muziektheorie erachter niet eens ken. En dus gevoel wat ik alleen maar kan herkennen en niet kan creëren, zeg maar. Uh, heb, heb Ik heb ik veel rijker soort van uh, emotie kunnen uitdrukken door hem heen. Dan dat ik het alleen had kunnen doen ofzo. Dat is natuurlijk ook voordeel van gewoon goede muzikanten om je heen hebben die je daarin kunnen helpen en ondersteunen natuurlijk. Tot niet vanuit één persoon maar hoeft te komen, maar tot het uit meerdere komt. Maar dan ben je daar aan werk dan heb je met hem gewerkt aan de tracks. Dan wordt dat steeds meer een album-wise. Maar dan moet je opeens gaan beslissen van ga ik dit uitbrengen en hoe en wat ga ik ermee doen? Of was het meer zo van, dat wist ik van tevoren al? Ja, ik wist dat het ging uitbrengen, sowieso. Alleen ik wist niet hoe dat werkte. Dus uh, wat ik zei, Colin trok zich terug toen, toen dat aan de orde kwam. Dus ik heb in die tijd vooral muzikaal heel veel geleerd, maar ik zakelijk gemoed. <laughs> dus, um, Mag je het wiel wel op zelf nu uitvinden? Ja, dat wiel moest ik opnieuw uitvinden. Dat, dat, heeft ook, dat was ook veel van die tien jaar. Die laatste periode was gewoon tracks waren soort van al af en mm. moesten dan wel getweakt worden enzovoort. Maar er zit ook heel veel in van: oké, okay, management. Hmm, wie kan ik bellen voor management? Hmm, weet je. Uh, boeken oh ja, wie is goede boeken labels oh ja, uiteindelijk heb je het zelf gedaan um, weet je heb heel veel uh, op bezoek geweest bij gasten en waar nog bijna getekend zelfs bij um, uh, zo'n indie tak van van topnotch in universal collab ook ben je eens ik weet hoe dat dapper ik denk ja dapper ik weet niet of dat nog bestaat, maar weet je, heel dicht bij allerlei dingetjes. En dan toch niet en dan toch weer een andere kun hebben. nou Uiteindelijk gewoon uh, online distributeur uh, gevonden en vinyl ge, gebakken. En zelf de artwork benaderd en uh, eigenlijk gemaakt samen met de fotograaf uh, Gabriel Eisenmayer, die, uh, die ook dat boek over uh, Kiteman heeft gemaakt. Okay, ja. Kiteman Family. Um, die, uh, die heeft dus wel tien jaar lang gefotografeerd bij ons. Alles wat mij nooit lukt op een nee. ja, ja, ja ja. Baas boven baas. Hè. Dat sowieso. Nee, nee, dat is ook focus, heet dat. Hè. Ja, mooi. Ja. Um, Limburg gebeurt nooit iets. Nee, dat is het. Nee, precies. Ja, het blijft een omgeving. Dat was het probleem. Dat is, ja. dat Wij in de ja. Duitsland en jij bleef in Duitsland. Nee. Maar, uh, ja, weet je, dus uh, heel veel eigenlijk zelf uitgevonden of zo. En ik wilde, ik wilde ook gewoon uh, dat... Op alle facetten wilde ik de vrijheid hebben zonder deadline. Want ik, ik was echt bamdaad van die deadline van de orchestraplaat, die tweede plaat, dat ik dacht, uh, uh, dat wil ik in wel geval niet. Als je Want... bij een label was gesigned, had je waarschijnlijk wel die deadline getoond. Ja, de precies, precies, En nu ja. hoef je het niet, ja. Ja, laat staan de, dat er een ENR was die zei van uh, Jesus Christ, kan het wat simpeler <laughs> of zo, weet je wel. Nee, dus eigenlijk was het perfect om, om het zelf te doen, indie te doen, um, en uh, nou ja, gewoon uh, eigenlijk een mooie tour kunnen boeken, en Helaas tegen de tijd dat we gingen, was het uh, aan het begin begonnen. We eigenlijk net een beetje momenten te creëren. Een clip uit en um... Love Rocks toch? Was het uh, ja, was Love rocks, Klopt en dan nog de, de, de showcase, natuurlijk op Eurosonic. Want daar, daar ja. zag ik natuurlijk jullie ja. samenstelling voor het eerst. Ja, ja. Klopt, dat was keihard. Ja. Vette show ook, heel blij mee. Alle en... boekers blij die daar stonden. Iedereen ja. had van, dit gaan we boeken. Oh, shit, ja precies. Dus nou, dat hebben ze ook wel gedaan. We hebben een mooi toertje gemaakt. En, uh, en daar waren we net aan begonnen. Uh, een soort van halverwege. En, uh, en toen hit de COVID. Ja, <laughs> dus want, daar ben je tien jaar ik, bezig. Ik moest, ja, <laughs> ik moest hem even terugzoeken. Want maart 20, uh, 2020 ja. was het ja. album een crisis. Ja, heb plot. je nog enig moment gedacht van, ik stel hem uit? Of was het gewoon te laat om dat uit te is Het is te laat. Hij, okay, was, ja. hij was al uit en, en de twee weken daarna zouden we de, in de helling dat vieren, zeg maar. Oh, dus als we, als, we hadden, als we hadden bedacht van, oh, we brengen een passage op de dag dat we de helling zelf doen, zeg maar. Dan hadden we hem nog. En dan hadden we hem niet uitgebracht. En dan hadden we hem nu uitgebracht als we in de helling stonden bij spreken. Um, maar dat het, ja, we hadden juist bedacht van, oké, okay, we brengen over het uit. Dan kunnen mensen op ze luisteren. En dan, weet je wel, dan zit de al in de vijf van die plaat op het moment dat ze, dat, ze, dat ze voor ons in de helling staan. Uh, dat gaat gelukkig nu, alsnog, gebeuren. Die toer staat. Die iedereen nu. hem nu van binnen en buiten? Dat is dan weer het verschil. Uh, ja, precies. Ja, ja, ja. Die hebben lang genoeg tijd gehad om die muziek uh, in zich op te nemen. Dus ik ben heel benieuwd inderdaad, hoe dat gaat voelen. En juist omdat die muziek best wel uh, veel is, best wel rijk mm -hmm. is aan informatie. En het is niet dat je hem twee keer hoort en dan kan je alles uit je hoofd. Uh, dat, dus die, die hele. dat de COVID-jaar is misschien wel heel goed geweest <laughs> voor, voor de fans die out there zijn. Om, om die plaats zich helemaal eigen te maken en inderdaad daar te staan straks en echt te voelen van ah ja yeah, deze trick maar dan 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 want ik pak hem wel heel even terug die ja. je 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 zorgt dan voor dat je op Eurosonic kan staan en aan slag kan staan ja. dat is de zaterdag uh, van het festival ja. daar staan alle nederlandse uh, bands ja, die hebben... staan op uh, in de, uh, de oosterpoort ja. uh, daar is in principe iedere nederlandse boeker of uh, soms ook marketier of in ieder geval festival uh, uh, Baas is daar. Yeah. En die gaan eigenlijk gewoon shoppen. Heel oneerlijk ja. onabied ja. gezegd, maar die gaan ja, kijken natuurlijk. wat is er, wat kunnen we deze zomer allemaal doen? Ja. En daar zetten jullie een show neer die live is. Hè? We inmiddels al een paar keer hebben gezien hè? Uh, uh, live hiphop, maar het is niet alleen hiphop, er komt eigenlijk nog wel andere invloed in voor. Mm -hmm. nee, mm -hmm. Dus we gaan vooral die plaat luisteren, want dan hoor je het allemaal, ja. allemaal. Ik kan het gewoon ook niet overbrengen op een of andere manier. Dat is heel lastig uitleggen. Um, en daar zit, komt zo'n energie vrij in die zaal. Yeah. Ja, als, als één iemand daar komt, dat had, had iedereen sowieso gehad. Want yeah, daar ging heel definitely. veel rond. We were probably a super spread event Go on. Um, yeah. Maar gelukkig was dat nog een dikke anderhalve maand, ja, zoiets, eerder. Yeah. Wuhan um, was al een ding, maar uh, wij nog niet. <laughs> ja, nee, in Nederland uh, komt het ook allemaal. Yeah. Uh, het ging er toen nog best weinig over, moet ik zeggen, yeah. tijdens, de, tijdens de talks overdag. Um, maar dan, 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 dan moet je wel die show creëren, want je moet, daar moet je staan. Ja, yeah. Wat al best vroeg is als je nog geen tour hebt gedaan en dat we allemaal. Ge... Ja, hoe zie je net... dat dan in je in, in de vibe die je wilt hebben? Ja, we hadden wel de, we hadden de Echo gedaan. Um, ik moet even nadenken. Hadden we Paradiso ook al gedaan? Misschien zelfs. Um, de voor voor de release van een soort van eerste tracks, de singles, de EP, de okay, ja. van die we, de eerste paar tracks die we uitbrachten. Um, en dat was al aan uh, als vak. En uh, ja, het was duidelijk: van je werkt met een, met een live band, jongens die zo goed zijn eigenlijk. Dat je ja, Oli Olieslagers, uh, drummer, die ook met was. Uh, als tweede drummer van naast Bram Harkins op een gegeven moment is aangetrokken. En, uh, en dat werd een soort van machine wissel en En. Jori is heel erg op minded. En dat is heel zeker Want Bram komt juist eigenlijk uit de funk en de rock vandaan. Ja. En daar heb ik Elisabeth mee gedaan. En Jori was okay. dus juist weer van, uh, van een hoek die eigenlijk dichterbij me uh, zat. Dus dat is heel grappig. Um, en um, nou, Niels Broos als bandleider is natuurlijk ook ziek. Um, die op toetsen dan ook weer shit kan die niemand kan. Um, dan hebben we glenn Gadden uh, gebeld. Uh, ja, die die bast echt voor Anouk en zo. Het is gewoon zo'n. Als je een bassist bent en je hebt een Tesla, zeg maar, dan doe je het goed, laat ik zo zeggen. Deze guy is echt. Die wordt ja, overheen ingevlogen. Hij nee, is echt een pro. Die, we hadden laatst wel een festival en toen bleek dat hij vier shows had op dat festival. Allemaal verschillende gasten, weet je wel. Zo'n guy die overal is, altijd. Tijdschema-check. Ja, echt lukt, heel, ja, heel vet. Maar, maar zonder dat het soort van leeg voelt, snap je ja. dat? Want dat heb je hebt natuurlijk ook je hebt heel veel. Dat muzikanten onder elkaar noemen, dat dan sletjes en zo, weet je, die gewoon overal spelen en, en, en niet echt een eigen identiteit hebben. Dat was het 250 euro toch? Ja, precies, hebben <laughs> we. Ja. Maar, maar dat is niet Glenn. Glenn is echt nee. een guy met een, met een ziel en een hele vette intentie en, en eigen sound. En, ja, dat is gewoon heel doop. En, um, en de soort van Wildcard, uh, Gerson Raams, die... Um, um, de gitarist, dus die komt uit de jazzhoek, maar die is heel, die kent niemand. Het is gewoon een hele soort van, ja, well, hele eigenlijk een hele weirde gast, maar een heel bijzondere doet. die, ja, ik heb lang niet uh, zoveel emotie uh, in het spel gezien of zo. Dat, uh, hij, hij heeft ook de, hij doet altijd opening solo over Call of Freedom. Uh, Kijk okay, nee? Call of Freedom is de trek op de, ja, mijn kom, fam komt binnen, gezellig. Gezellig, hello. Hey. Hi. Hey. Uh, en uh, ja, kom erin op even. Ja. Ik weet het anders ook niet. We lopen een beetje uit. <laughs> um, uh, ja, ja Call of Freedom. Daar vindt. hebben we een, een, een sessie voor gedaan. In de, toen we nog uh, onze studio's Kytopia, zeg maar hadden. In, mm -hmm. uh, op de Oude Gracht. En uh, en ja, dat, dat was een soort van live recording en da daar daar openen hij al met een solo en die hebben we gewoon live zijn we die ook gaan doen. Dus elke keer als je als het donker wordt en je hoort hem om heel heel freakie soort van emotionele gitaarsolo maken, dan weet je wel, oh, alle okay. freedom komt eraan. Um, ja, gewoon zo'n guy die echt uh, heeft ook een hoop shit meegemaakt en die en dat voel je gewoon in zijn in zijn sound en in zijn muziek en het uh, is heel vet. Um, dus er zijn ook weer een bunch van. met gasten van verschillende achtergronden. maar wel. Uh, nu een soort van jazz en hip-hop. Uh, als hoofdmoot. eigenlijk iets wat voor mij ook geldt. Weet je, mm -hmm. ik, ik kan met. met specifieke Miles Davis-tunes. in slaap vallen en de volgende dag wakker worden. en uh, me echt helemaal. geclenst voelen. zeg maar. spiritueel. Dat ben ik helemaal gereset en helemaal cool. jazz is huge mij, you know? voor mij. En voor mij is de connectie tussen die twee genres ook heel groot. Uh, en hip-hop is gewoon. ja. Het, het boek wat ik aan het schrijven ben voor mezelf weet je dus dat het, ik voel me alsof ik daar een pagina in schrijf in de geschiedenis van van die van dat genre ofzo um, dus de, dat zijn de twee soort van hoeken waar, waar die waar die hele band vandaan komt dus dat is heel erg voelt heel erg als een verlengstuk van mezelf en dat is uh, dat is heel doop um, Dus ik, ben heel blij. ik heb nog tussen uh, mijn zoon die binnenkomt. hey Lee even kijken dus uh, ja dus die band is gewoon is een droom weet je daar maar ja, dat is dan weer in het zelf creëren, het zelf samenstellen van wat ja. je op dat podium wilt doen, Welke ja. energie daaruit moet komen. Ja, precies. En uh, nou, ook daar is Niels de uh, main recruiter in mm. geweest. En, en die snapt. Niels. wat betreft mijn shit, wat ik graag wil maken, is, is er niemand die ik in de twintig jaar dat ik shit bouw, heb ontmoet uh, zoals Niels. Die Niels heeft echt gewoon, die houd ook van dezelfde shit als ik. En. Uh, die zit gewoon echt heel dicht bij wat ik vet vind. Dus dat is. Dat helpt. Dat helpt. En hij, ja, en hij, hij, kan, hij is heel complimentary met mij. Hij kan gruwelijk produceren. Hij, hij is een gruwelijke bandleider. Dus dat is een natural uh, clique of zo. Ja. Die heel dicht bij mij blijft. Of zo. En dan heb je een, een tour gepland. Mm -hmm. Althans gepland toen. Yep, yep. Die mag in één keer verschoven worden. Ja. Uh, daarna dat is nog een keer verschoven worden volgens mij. Ja. Yep. Ja, twee keer uitgesteld uiteindelijk. Ja. Ja. En nu is het bijna tijd. Ja man, nu gaat het uiteindelijk echt. Gebeuren. Tenminste, fingers crossed. Laten we hopen Allee. dat er niet een Engels variant komt in Nederland in Lockdown. Man. Nou, dat, laten we dat even niet doen. Nee. We zijn nu weer begonnen. Ja. Bijna iedereen is dadelijk in die in ja. na de zomer. Ja zal wat ons voorgehouden. Ja, dit moet goed komen. Ik heb mijn prik al gescheduled en shit. Ik ook komende zondag. Nice, nice, gefeliciteerd. En gefeliciteerd ook, ja. Prikparties, let's we it. Ja, wordt dat een ding dadelijk? Ik ik call het nu. Ik ga je wel boeken dan als ik prikparties heb. Nice, lekker bezig. Maar nee, we kwamen eigenlijk in contact omdat. Liedje? Uh, Sorry, yeah. Je gaat in, uh, in, in september in ieder geval naar Volt komen. Ja, Volt Naar het, uh, naar het uh, zonnige zuiden. Nou ja, yeah. je hoeft dat nu niet, want het is hier lekker zonnig. Maar nee, in september, wie aan. weet. Het zal daar wel 50 graden zijn tegen die tijd. <laughs> tegen die tijd? Nee, alsjeblieft. <laughs> ja, ja, maar dan ben je naar binnen, want Volt is super cool. Oh, nice. Dat is, uh, als ze daar de airco aanzetten, heb je koud. Gruwelijk. Afgelopen week ook, we hadden de eerste shows weer. En mensen kwamen zo naar buiten toe, tijdens de break. Zo van, Woosh. mag die uh, airco een stukje zachter? Uh, ja, ja, ja. <laughs> oh, dat is wel nice yeah. hoor. Gewoon oh, een show in een koele ruimte. Kijk, je kan met een krautkit uh, warm genoeg maken. Ja, yeah, yeah, maar dat is, het is natuurlijk ook uh, uh, fijn om, om, om terug het podium op, op te gaan. En je gaat mm. wel een deftige tour doen, hè? het zijn niet een paar, uh, paar showtjes. Door, door... Nee, nee, het zijn wel, ja, het is ook geen mega toer. Nee, we hebben... maandenlang weg zijn. Nee, daarom. Nee, maar het, zijn, het is een mooi lijstje. En, uh, ja, het, het zijn vooral coole plekken. Weet ja. je? Gewoon foto's een hele aangezinnige plek. En uh, Rotterdam. Uh, uh, ...doen we die boot. dus ik zo'n gekke plek. Uh, 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 is het? V11? Uit mijn hoofd. Geen idee. Uh, en voor, allemaal van die... ...alternatieve plekken of zo... Wa ja. waar, uh, ...waar je heel vet vibejes uh, kan maken. En uh, daar heb ik echt zin in. Ja. En dan... Uh, de, die, ...die tour die is nu uh, nog steeds in de verkoop. <laughs> dus ja, mensen kunnen ja, ja. nog lekker die, uh, die, uh, die tickets kopen. Ja, precies. En wij ja, is... zijn, meemaken. Het is weer los. Dus ja, ja dus nu is het moment inderdaad om... Uh, ik, ja pak die prik en pak die ticket en dan, uh, ja. Ja, dan gaan we dat gewoon doen man. en dan, uh, de, de cd-winkels zijn ook open dus je kunt uh, de cd kopen ja gewoon ja vinyl is online. het het zijn geen cd's we hebben het op vinyl uh, uh, laten zetten en ja dat is gruwelijk man die klinkt ook gruwelijk het is we hebben gemixt bij uh, simon Akkermans. Ja. en dat is dat is ook een analoge held zeg maar die heel vette sound. maar die heeft natuurlijk met simon Kipske heel veel mm -hmm. vinyls gemaakt ook. En mijn buurman die heeft een zieke system, dat is zo'n oude rot uh, van 70, die heeft een, een bizarre, uit, uit de jaren 70, uh, sound system. Ja. Met enorme speakers en die knalt af en toe keiharde shit hiernaast en dat vinden we alleen maar master. <laughs> Mooi. Uh, en hij, ik heb met die vinyl bij, bij hem getest, van hoe klinkt dat ding? Nou jongen, echt gruwelijk. Nice. Dus dat ja, het is, heel, het is een hele mooie master geworden, het is een hele mooie ja. vinyl geworden. Het is een perfect medium voor deze plaat. Past ook bij de muziek. Ja. Toch? ja wel, zeker. Terwijl het heel, ook heel veel moderne shit heeft uh, in de muziek. Maar wel zo analoog, omdat we alles opnieuw opgenomen. Het zijn echte instrumenten. Je voelt de warmte van die, van ja. die game gewoon. Zelfs mijn ja. zoon is er heel enthousiast over. Ja, dat is altijd mooi, toch? <laughs> ja. jong, jong de fans op uh, of alvast. Ja, man. Ja, man. Hij <laughs> is alleen een beetje luid, want dat heeft hij ook van zijn vader. <laughs> Nou ja, ik denk dat we sowieso een beetje richting afkomst uh, af gaan. Ja, uh, ja sowieso. Dat was lekker, man. Was Zeker echt leuk. Ik denk dat uh, tot de mensen in ieder geval een beetje meegekregen waar dit allemaal vandaan komt. Mm -hmm. Want het komt niet zomaar uit iets. Nee. <laughs> het is wel een opbouw. En ik denk dat ook wel, je hoort het in de plaat, dat er veel in zit, wat je net ook, ook al aanhaalde. Ja. Het is niet, niet een plaat die, die in één weekend is geschreven. Het heeft heel wat tijd gekost. Ja, het heeft heel veel tijd gekost. Er zitten heel veel jaren, een soort van. Er, zit, er zitten vertegenwoordigingen van heel veel jaren in. dus bijna tien tracks voor tien jaar, zeg maar. <laughs> alleen, ik heb niet bijgehouden wanneer welke, welke precies <laughs> ja. is gemaakt, maar... Is voor het de is volgende echt, keer. Ja, het is best wel, ja, je gaat wel een tocht uh, luisteren of zo. Ja. En, en dat, dat het zo'n zo tocht is, dat, dat kan ook alleen maar als iets heel lang duurt. Ja. Maar als ik nu tien tracks voor je maak binnen een maand, dan gaan die veel meer klinken in dezelfde mindstate en deze, deze reis ga je dus is dus in die, in die zin uniek op basis van het proces van hoe, hoe ja. zijn we er gekomen dus dat, daar ben ik heel heel blij mee dat is gewoon de prijs die je me nooit uh, plaat ja, ik heb me gewoon maar zelf titled ge, gehouden weet je van hoe kan ik dit nou betitelen dit ben ik gewoon ja. snap je ja tien jaar had je nog kunnen noemen ja, maar uh, maar veertig had ja. ik wel inderdaad wel ah, ja. met kom je nu mee ja, sorry oh. sorry je kunt altijd uh, boek als manager hè? dat is okay, geen punt en enough. fotograaf en tourmanager nice. We willen een shark, ja. ja. <laughs> Ready to go. Sowieso, ja. Ik wil wat do te doen hebben. Als ik echt stil zit, dan uh, dat nee, dat ja, ook niet meer. Zo, so, het was nee. een jaar, is genoeg. We gaan lekker weer beginnen, Sowieso. Man. Let's do this. Hey, we zien je sowieso uh, vanuit, mij, vanuit, vanuit mij, sprekend, in vold natuurlijk. Zit uit maar, maar vooral ook uh, naar andere shows komen, kijken waar je lekker in de buurt bij jou uh, ja. komt. Uh, koop je ticket? Ja, man. Koop die plaat. Zie jullie daar? Sowieso. Hey, Enjoy. dankjewel voor je tijd. Dank dankjewel wel, dat ik hier uh, mocht zijn. Ja, welkom. Sorry van de van die herrie tegen nee, het einde. Uh, All good. Kids, let, let. kids boven alles, toch? Sowieso. De volgende generatie. Hey. Let's do this. Thanks. Hè. Doei. High five. Doei. Later.